Welkom bij deze technische briefing van de vaste commissie voor sociale zaken en werkgelegenheid, waarbij we als enige agendapunt hebben de impactberekeningen commissieparameters 2022 door DNB en pensioenfondsen. Ik heet van harte welkom vanuit de Nederlandse Bank de heer Kroes, de heer Diries en de heer Tossings. Vanuit het ministerie de heer Klokkenburg en vanuit Ortec mevrouw De Groot. Uiteraard de commissieleden van harte welkom, de kijkers op de publieke tribune, de kijkers thuis, welkom allemaal. We hebben twee presentaties, één vanuit de Nederlandse Bank en één vanuit Ortec. Dus ik stel voor dat we eerst de presentatie gaan beluisteren van DNB. Dat de Kamerleden daarna de mogelijkheid krijgen om daar vragen over te stellen. Dan volgen de antwoorden vanuit de Nederlandse Bank. Dan hebben we vervolgens een presentatie vanuit Ortec en daar kan dan weer op gereageerd worden door de Kamerleden en kunnen daar vragen over gesteld worden. Dus ik geef graag het woord aan de heer Kroes, die namens de Nederlandse Bank de presentatie zal verzorgen samen met zijn collega's. Voorzitter, dank. Dank voor de gelegenheid om hier vandaag te zijn. En dus om toelichting te geven op de berekeningen die we hebben gemaakt en daarbij ook mogelijke vragen te beantwoorden. DNB heeft afgelopen zomer, op basis van de toen voorliggende scenario-set van de commissieparameters, geprobeerd de impact van de transitie inzichtelijk te maken. Daarbij hebben we verschillende gevoeligheidsanalyses gemaakt naar dekkingsgraden, naar renteschokken. Wel of niet aanwezigheid van een compensatiedepot. We hebben geprobeerd precies diezelfde set voor u te repliceren, maar dan op basis van de scenario-set van de nieuwe scenario-set van de commissieparameters. Naast mij zitten Bart Diries en Ivo Tossings. Zij maken deel uit van het team dat daadwerkelijk de berekeningen heeft gemaakt. Het leek ons als DNB goed om vandaag een delegatie te hebben op zo hoog mogelijk niveau. Niet noodzakelijkerwijs zo hoog mogelijk hiërarchisch niveau, maar wel zo hoog mogelijk inhoudelijk niveau. Dus dit zijn ook echt de rekenaars die voor u aan de slag zijn geweest. En zij zullen het leeuwendeel van de vragen beantwoorden. Ik ben er eigenlijk vooral in het onwaarschijnlijke geval dat er uit uw midden nog een politieke vraag mocht rijzen, dan is mij de eer ten deel gevallen om u niet zeggend antwoord te geven, aangezien het niet de bedoeling is dat het vandaag over politiek zal gaan. Misschien nog, dan val ik even uit mijn rol, voorzitter, misschien nog een paar woorden voordat ik het woord geef aan collega Diries. Soms is iets wat normaal is tegelijkertijd ook heel bijzonder. En dat geldt voor de berekeningen die voor u liggen. Die zijn volstrekt normaal vanuit het perspectief van uw Kamer, want u gaat besluiten over een wet. Dus u hebt ook recht op al informatie over die wet. Tegelijkertijd is het heel bijzonder als je kijkt naar het proces dat is doorlopen. Want deze berekeningen zijn opgesteld in een tijdspanne waarvan we tot voor kort zeiden dat het volstrekt onmogelijk was om in die tijd die berekeningen op te leveren. En zo raar was die taxatie van ons niet. Want het feit dat die berekeningen voor u liggen is eigenlijk alleen mogelijk geworden doordat het rekenteam een bijzondere inspanning, maar ook bijzondere opofferingen heeft gepleegd in termen van avonden en weekenden, et cetera. Daarbij gaat het ook om mensen die jonge kinderen hebben, dus die in de avonden en in de weekenden ook gewoon bij de jonge kinderen horen te zitten. U hoeft daar als Kamer niets mee, want het is volstrekt normaal dat deze informatie voor u ligt. Maar tegelijkertijd is het ook heel bijzonder en het leek me goed om dat te benoemen. Want laten we eerlijk zijn, als we dat niet benoemen, dan zou het zomaar eens onopgemerkt kunnen blijven. En daarvoor is het toch iets te bijzonder. Voorzitter, dank. En met die woorden zou ik graag collega Diries het woord willen geven voor de presentatie. Daar ben ik voor aangesteld, maar dat is niet erg, de heer Kroes. Ik zou willen vragen om de microfoon uit te zetten. En uiteraard volop begrip en heel veel respect voor al die mensen die aan de slag zijn gegaan met de berekeningen. Dat is ook gebeurd vanuit de kant van SZW. Helaas is Sinterklaas voorbij, dus ik heb geen chocoladeletters meer voor u. Het woord is aan de heer Diries. Ja, dank u wel, voorzitter. Dank voor de introductie. Er zijn ook naast collega Tossings en ikzelf zijn er nog meerdere rekenaars bij DNB betrokken. Dus ik denk dat de dankzegging ook naar hun uitgaat. Ik heb een korte presentatie voorbereid om de commissie langs de belangrijkste resultaten te leiden. En ik zal wat dieper ingaan op een basisvariant. En ik zal dan daarna de hoofdconclusies bespreken van een aantal gevoeligheidsanalyses. Wat zit in de basisvariant? In de basisvariant hebben we een pensioenfonds doorgerekend met een dekkingsgraad van 122%.
En we hebben de situatie van juni 2022 genomen. Dat geldt zowel voor de rentetermijnstructuur als voor de scenario set die gebruikt is voor de berekeningen. Of scenario sets, moet ik eigenlijk zeggen. En dat is om aan te sluiten bij exact het advies wat de commissie een kleine 2 weken geleden heeft opgeleverd. Aangezien hun basisscenario set geëikt was op juni 2022. Nou, we beschouwen een fonds dat in het huidige stelsel, in het FTK, het huidige pensioencontract, zich bevindt. En dat overgaat naar in dit geval de solidaire premieregeling met een solidariteitsreserve uiteraard. En die solidariteitsreserve zal in de basisvariant gevuld worden voor 5% na invaren. En daarna zal die weer stijgen of dalen afhankelijk van ontwikkelingen. En we bekijken 2 invaarmethodes hier. Allereerst de standaardmethode. In de basisvariant bekijken we de standaardmethode zonder inzet van bestuurlijke ruimte. Dus we passen de standaardregel toe, maar we zetten geen bestuurlijke ruimte in. Er is wel een gevoeligheidsanalyse met een compensatiedepot, daar zal ik dadelijk wat meer over zeggen. En we kijken ook naar de VBA-methode. Dus daar zetten we de bestuurlijke ruimte die daar is in om herverdelingseffecten te beperken in de basisvariant. We hebben in de slide deck die u heeft gekregen ook een alternatieve variant beschouwd, waarin de bestuurlijke ruimte wordt ingezet om op pensioendatum lopende uitkeringen gelijk te houden. Die bespreek ik nu niet in de presentatie, maar die zit wel in de slide deck. Dus dat is de basisvariant. We bekijken ook een aantal gevoeligheidsanalyses. Dus ten eerste een compensatiedepot. Dus we beschouwen de dubbele transitie, dus de doorsneesystematiek wordt afgeschaft. En we kijken ook naar hoe we de effecten van het afschaffen van de doorsneesystematiek kunnen dempen met behulp van een compensatiedepot. We bekijken renteschokken, dus zowel een positieve renteschok van 1% als een negatieve renteschok van 1%. We bekijken verschillende invaardekkingsgraden, zowel hoger als lager dan de dekkingsgraad van 122% in de basisvariant. En we kijken ook naar, en we zeggen ook iets over de invulling van het contract, met name de invulling van de solidariteitsreserve. In de slide deck en zometeen ook op de volgende slide kijken we naar 2 maatstaven om de transitie te duiden. Dus we hebben allereerst het netto profijt, zoals de marktwaarde van toekomstige uitkeringen gecorrigeerd voor toekomstige premies. En dan maken we een vergelijking tussen het nieuwe en het oude stelsel, of het nieuwe en het oude contract. En daarnaast zoomen we ook wat nader in op geprojecteerde pensioenuitkeringen. Dus we kijken naar de gemiddelde reële uitkering gedurende de pensioenperiode voor verschillende percentielen. Meneer Dierus, als ik even tussenbij mag komen. Dit is de lange bel van 10:15, dus deze gaat lang duren. Als u er doorheen kunt praten, dan kunt u verder gaan, maar ik denk dat dat niet zo handig is. Dus laten we gewoon eventjes wachten. Na dit ochtendritueel voor de Kamer kunt u presentatie voortzetten, meneer Dierus. Dank u wel. Ik moest aan het brandalarm denken, maar ik begrijp dat het onschuldiger is. Dus dat is mooi. Ik had net uitgelegd dat we naar 2 maatstaven kijken. Dus netto profijt en pensioenuitkeringen. En we doen dat voor een gestileerd fonds. Dus het fonds dat we beschouwen is geen echt fonds. Dus mijn buurman en buurvrouw van SC2 en Ortec hebben wel naar een aantal echte pensioenfondsen gekeken. Dus dat komt later vandaag in deze sessie terug. En we merken op dat de uitkomsten gevoelig zijn voor het fondsbeleid, onder andere. En de marktomstandigheden. De wijze waarop het fonds bijvoorbeeld toedeelregels heeft bepaald of invulling geeft aan de solidariteitsreserve. Ja, dat heeft impact op de resultaten en de marktomstandigheden uiteraard ook. De basisvariant dan. Je ziet hier 3 plaatjes. Die komen ook in de slide deck voor. Dus in links hebben we de verandering in netto profijt. En rechts zoomen we in op uitkeringspercentielen.
Als we links starten bij de verandering van netto profijt, dan hebben we op de verticale as dus de verandering in netto profijt tussen het nieuwe stelsel en het huidige stelsel. En op de horizontale as hebben we de verschillende leeftijdsgroepen. Dus dat zijn eigenlijk de verschillende maatmensen hier. En we zien hier eigenlijk de effecten bij gebruik van de twee invaarmethodes. Dus in blauw hebben we de standaardmethode, dus de defaultmethode, nu in de wet. En in het groen hebben we de VWALM-methode. Dus als we kijken naar de standaardmethode, dan zien we eigenlijk dat de herverdelingseffecten negatief zijn voor de jongsten. Dat ze positief zijn voor de oudere actieven en de jongere gepensioneerden. Nou, wat speelt hier eigenlijk op de achtergrond? Nou, er zijn eigenlijk twee effecten die door elkaar of die samen hier spelen. Dus enerzijds wordt de doorsneesystematiek afgeschaft. Dus dat heeft een negatief effect op de actieven. Dus dat speelt achter dit plaatje, zeg maar. En anderzijds wordt, eigenlijk voor bij de blauwe lijn, dus ingevaren met de standaardmethode. De standaardmethode geeft een benadering van de indexatie en kortingsregels in het FTK, maar benadert die niet exact. Zeker aan de bovenkant is dat grover. En die afwijking die je daarmee creëert, die heeft ook impact op dit figuur. En eigenlijk zie je het samenspel van beide effecten in dit figuur. Dus je ziet het negatieve effect links in het plaatje bij de actieve. Nou, daar zie je dat de impact van afschaffen DSS, dat is hier dominant. En er wordt in deze variant niet rechtstreeks voor gecompenseerd. En wat meer rechts in het figuur hebben we voornamelijk ook de impact van de toedeelregels die wat grover worden benaderd. Zoals de standaardmethode, we hebben hier ook de andere methode, de VBALM-methode, waarbij, zoals ik heb gezegd, de bestuurlijke ruimte is ingezet om te compenseren, om eigenlijk herverdelingseffecten glad te strijken, om het zo maar te zeggen. En hier zien we dat niet verrassenderwijs ook gelukt is. Dus de herverdelingseffecten bij de VBALM-methode zijn licht positief. Er is geen heel groot verschil tussen de verschillende deelnemers. Hier zou je ook kunnen zeggen dat er twee effecten door elkaar spelen. Dus enerzijds worden in het nieuwe pensioenstelsel buffers eerder uitgedeeld. En dat geldt zowel voor bestaande buffers als buffers die na verloop van tijd worden opgebouwd. Dus dat maakt het huidige dat is aantrekkelijk voor de huidige generaties. Anderzijds wordt dus de doorsneesystematiek afgeschaft. Dat is een min voor de huidige generaties, vooral de actieve. En hier zie je eigenlijk dat eerste effect belangrijker blijkt te zijn. Want als we kijken naar netto profijt voor VBALM, dan zien we de lichte plus. Dus de huidige generaties gaan erop vooruit. Maar goed, het is een zero-sum game. Dus als een bepaalde generatie erop vooruit gaan, dan gaan andere generaties erop achteruit. Dus de toekomstige generaties gaan er in dit plaatje bij de groene lijn licht op achteruit. In de rechter twee plaatjes zoomen we wat verder in op de uitkeringspercentielen. Dus de netto profijt kijkt naar de marktwaarde van alle toekomstige uitkeringen voor een deelnemer. Dus dat is zowel de uitkering op pensioendatum in een verwacht scenario en ook in alternatieve scenario's, maar ook de uitkering na pensioendatum. In de rechter twee plaatjes hebben we dwarsdoorsneden gemaakt. Dus we hebben niet naar al die 10.000 uitkeringen gedurende de verschillende pensioenperiodes gekeken, maar we hebben een dwarsdoorsnede gemaakt. En dat hebben we gedaan door allereerst de gemiddelde uitkering, reële uitkering, te pakken voor de deelnemer die we bekijken op de horizontale as. En daarna kijken we naar de verschillende percentielen. Dus in het middelste plaatje kijken we naar de mediane uitkering voor de verschillende deelnemers. En die zetten we af tegenover de mediane uitkering in het FTK. En in het rechterplaatje kijken we naar het slecht weerscenario. Dus het vijfde percentiel in technische termen. Dus met een kans op 1 op 20. Dus als we naar het middelste plaatje kijken, dan valt eigenlijk op voor beide invaarmethodes dat de mediane uitkering voor de deelnemers positiever is in vergelijking met het FTK. En dat kan eigenlijk verklaard worden door eigenlijk de werking van het nieuwe contract. Dus het nieuwe contract houdt minder buffers aan. Dus direct na de transitie worden de bestaande buffers, die kunnen gelijk uitgedeeld worden. En daarna hoeft in vergelijking met het FTK hoeven ook geen buffers meer opgebouwd te worden. Dus je ziet dat als alles goed gaat in het mediane scenario dat tot positieve uitkeringen leidt.
ten opzichte van het FTK. In het rechterplaatje zoomen we ook wat dieper in op één slecht weerscenario. En daar is eigenlijk opvallend dat, dit slecht weerscenario... Dat is de korte versie. Hier is opvallend dat het slecht weerscenario dat eigenlijk boven nul ligt. Dus ook het slecht weerscenario in dit geval is beter dan onder het FTK. Daar hoort wel gelijk een belangrijke nuance bij. Namelijk dat dit slechts één slecht weerscenario is. En dat het een dwarsdoorsnede is. Dus dat je niet de hele verdeling van toekomstige uitkeringen meeneemt. Dat zit wel dus in het netto profijtplaatje. En als je naar het netto profijtplaatje kijkt, links, dan zie je bijvoorbeeld dus dat bijvoorbeeld de allerjongste er voornamelijk door de afschaffing van de doorsneesystematiek, als we alle scenario's samen nemen en die waarderen, dat die er op achteruit gaan. En echt voor bij de standaardmethode, bij deze variant. Dus dat zijn de hoofdconclusies van de basisvariant. We hebben ook een aantal alternatieve varianten beschouwd, zoals ik al, waar ik eerder aan refereerde. Dus we hebben bij de standaardmethode gekeken naar, naar het effect van een compensatiedepot. Dus bij de standaardmethode kun je ook afhankelijk van de dekkingsgraad een gedeelte van het vermogen opzij zetten om een compensatiedepot te vullen. En dat kan dan gebruikt worden om te compenseren voor het afschaffen van de doorsneesystematiek. We zien inderdaad dat als we dat doen, dat dan de herverdelingseffecten van de standaardmethode, dus de blauwe lijn op het vorige figuur, dat die gedempt kunnen worden. Ze kunnen niet weggenomen worden in dit geval, dat vonden wij, omdat er dus ook nog herverdelingseffecten in zitten vanwege de wat grovere benadering van de indexatie- en kortingsregels. Maar je kan wel de herverdelingseffecten dempen. Die komen door, door de impact van het afschaffen van de doorsneesystematiek. Daarmee zie je eigenlijk dat met name bij de wat lagere dekkingsgraden de herverdelingseffecten behoorlijk afnemen. Bij de hogere dekkingsgraden waar eigenlijk die impact van de verdeelregels, de indexatieregels wat dominanter is, daar zie je dat dat wat minder lukt, zeg maar. We hebben ook gekeken naar renteschokken. Dus allereerst een positieve renteschok. Dat leidt enerzijds tot een stijging van de dekkingsgraad. Dat betekent natuurlijk dat er meer buffer is om in het nieuwe stelsel uit te delen. Maar anderzijds leidt het ook tot hogere kosten van het afschaffen van de doorsneesystematiek. Dus dat zijn wederom twee effecten die tegen elkaar inwerken. Dus als je naar de standaardmethode kijkt, dan zie je grosso modo dat de herverdelingseffecten voor deelnemers rond de 35 jaar, dat die wel wat negatiever uitvallen bij een hogere rente. Dus dat is dat tweede effect, het afschaffen van de doorsneesystematiek. Bij de VBA-methode, gegeven de inzet die wij gekozen hebben, daar zie je eigenlijk dat beide effecten tegen elkaar wegvallen. Dus daar heb je een beperkte impact. En bij lage rentes zijn eigenlijk de effecten omgekeerd. Als derde hebben we de hogere dekkingsgraad, of andere dekkingsgraden. Dus allereerst een hogere dekkingsgraad. Dus bij de standaardmethode zie je dat als de dekkingsgraad dus hoger is, dat dan herverdelingseffecten sterker worden. Omdat de standaardmethode vooral bij de wat hogere dekkingsgraden... De korte. Ze doen het echt niet om u te pesten. Nee, die is. Ik vind het wel vermakelijk, hoor. Dus bij hogere dekkingsgraden... zie je bij de standaardmethode dus dat de herverdelingseffecten toenemen, omdat met name de indexatieregels bij de wat hogere dekkingsgraden grof benaderd worden bij de standaardmethode. Dus dat zie je dan ook terug in de figuren. Bij de VBA-methode, gegeven de gekozen invulling, zie je een stijging van de positieve herverdelingseffecten. Dat komt eigenlijk omdat bij een hogere dekkingsgraad er dus meer buffer is om uit te delen in het direct uit te delen in het nieuwe stelsel. En dat zorgt eigenlijk voor positieve herverdelingseffecten voor de huidige generaties. Maar er hoort dus ook het verhaal bij dat tot negatieve herverdelingseffecten voor de toekomstige generaties geldt. En bij lagere dekkingsgraden zie je eigenlijk het omgekeerde effect. Dus daar worden eigenlijk bijvoorbeeld bij de standaardmethode die herverdelingseffecten die vallen weer kleiner uit. Tot slot het contract. En dan met name gefocust op de invulling van de solidariteitsreserve. Dus wij hebben een solidariteitsreserve gekozen die onder andere gebaseerd is op eerdere studies van het CPB. Dus als je kijkt naar die gekozen invulling van de solidariteitsreserve, dan dempt die eigenlijk in dit geval de herverdelingseffecten. Die gaat je als burger toch af.
weet ja. Ja. Dit is ook wel vrij uitzonderlijk, hoor. Van normaal is het zeg maar één lange bel en dan gaat het door. Ja. Dus er is wel wat aan de hand boven in de plenaire zaal, maar dat zullen we later wel zien. Ja, nee, dat zien we op het journaal terug. Ja, geen probleem. Dus in dit geval, de invulling van de solidariteitsreserve, die dempt de herverdelingseffecten. Hè? Dus je hebt herverdelingseffecten van de afschaffen DSS, maar ook van de manier van invaren, die wijzen een bepaalde kant uit. En in dit geval blijkt dat de herverdelingseffecten, gegeven de gekozen invulling van de solidariteitsreserve, daar net tegenin werken. Dit is volgens mij niet een resultaat wat je zomaar kan generaliseren. Dus dit is echt specifiek voor de gekozen invulling van de solidariteitsreserve die wij hier hebben gekozen. Tot zover mijn introductie. Dus ik geef nu het woord graag terug. Dank u wel, meneer Dieris. De heer Tossings, gaat u ook nog een bijdrage leveren? Oké, dan gaan we over op de vraag. Ik stel voor dat ik 3 Kamerleden vragen laat stellen. Dat we dan gaan luisteren naar antwoorden. Ik zou de Kamerleden graag willen verzoeken om de vragen uiteraard feitelijk, niet politiek geladen en beknopt te houden, zodat we kunnen luisteren naar de antwoorden en de mogelijkheid hebben om zoveel mogelijk vragen te stellen en de tijd zo efficiënt mogelijk gebruiken. Meneer De Jong. Voorzitter, hartelijk dank. Voorzitter, allereerst dank voor de leden voor hun aanwezigheid hier. We hebben kort tijd gehad om dit allemaal goed te bestuderen, helaas, in tegenstelling tot de pers. Die wel op maandag 5 uur eerder de cijfers heeft gekregen dan de Kamerleden. Meneer De Jong. Maar dat is niet voor hier. Dat is precies. Laten we dat komt dus later nog terug. Precies, dus dat komt dus later nog terug. Dat komt dus later nog terug. Dat komt dus later nog terug. Nee, meneer Omtzigt, we gaan geen punt van orde doen. Het is een technische briefing. Wanneer kunnen we dan politieke vragen stellen? Nou, dat is morgen is er een plenaire afronding van. Ik stel voor dat we de. Dat is dan zo, maar laten we er alsjeblieft voor zorgen dat we de politieke vragen aan de minister stellen. We hebben hier een aantal gasten die we feitelijke vragen stellen. Dus ik stel ook voor dat de leden geen inleidingen gaan houden die politiek geladen zijn. Meneer De Jong. Ja, voorzitter, ik heb even vragen. Nee, ga ik niet toestaan. Vandaag niet. Het is een technische briefing, feitelijke vragen voor onze aanwezigen. Ik heb een feitelijke vraag voor de aanwezigen. Ja, maar u bent straks aan de beurt. Het woord is aan de heer De Jong. Dank u wel. Ja, dit was ook naar aanleiding van onder andere de vragen van mij en van de heer Omtzigt. Maar ik ga me beperken tot de volgende vraag. Het gaat over de inflatie. Want ik heb daar wel grote zorgen over. Er wordt uitgegaan bij de commissie parameters van een gemiddelde inflatie van 2%. En dat resulteert bijvoorbeeld in een verwachting van 2,2% inflatie voor het jaar 2023. En dat is zeer opmerkelijk, zeker ook gezien het feit dat er geen econoom te vinden is die niet lager dan 4%, 4,1% uit mijn hoofd is het gemiddelde als je de ING, Rabobank, IMF, Europese Commissie, als je het allemaal bij elkaar neemt, is de gemiddelde inflatie 4,1%. Dus ik zou graag willen weten hoe het in hemelsnaam kan dat er zo'n groot verschil tussen zit. Daarnaast op pagina 47 staat er een inflatietabel waarbij de inflatie toegroeit naar 1,7%. Dat is lager dan de 2% inflatie en ook geloof ik lager dan de 1,9% eerder. Waarom is dat? Dan als het gaat om op pagina 3 van de voorbeeldfondsen wordt er aangegeven dat de berekeningen van de scenario's een beperkt aantal scenario's gaan uit van een zeer hoge inflatie. En ik zou graag willen weten om hoeveel scenario's dat gaat en hoe dat procentueel in elkaar zit. En dat is even nu wat betreft de inflatie. Dank u wel, meneer De Jong. Mevrouw Palland. Hartelijk dank ook van mijn kant voor uw werk en toelichtingen hier ter plekke. Ik had eigenlijk een vraag over de mogelijke effecten op de premiestelling. Maar gelet op de introductie wou ik toch terugkomen op, om het bij één vraag te laten, voorzitter. De heer Dieris heeft de basisvariant toegelicht en aangegeven. De herverdelingseffecten die worden gedempt, middels dat compensatiedepot ook. Maar bij de hogere dekkingsgraden lukt het minder om dat te dempen, want het is een grove benadering. Maar hij gaf ook aan dat bij de dat gaat dan nog steeds om die standaardmethode, toepassing voor invaren. Maar hij begon ook met de introductie, dat is zonder de bestuurlijke ruimte. Begrijp ik dan goed, hè? Dat is de mogelijkheid voor pensioenfondsen om met 5% af te wijken. En wat is dan zijn analyse voor als je die wel zou toepassen? Past dat dan nog binnen die 5%? Dank mevrouw Palland. Mevrouw Den Haan.
Ja, dank u wel, voorzitter. Meneer De Jong heeft mijn vraag al gesteld, maar ik heb nog wel een vraag. De minister lijkt erop dat zij min of meer de standaardmethode heeft geaccepteerd. Maar zie ik het goed dat de DNB meer de voorkeur uitspreekt voor de VBLM-methode? Dank u wel, mevrouw Den Haan. Mevrouw Van Beukering, laten we er nog eentje bij pakken, dan komen we precies uit. Zit er nog in? Die was inderdaad onverwacht. Inderdaad, ik had dezelfde vraag als mevrouw Palland. En ik wilde ook een vraag stellen over de standaardmethode. Maar misschien kan ik de vraag aanvullen met de vraag of meegenomen is wat in de nota van wijziging is opgenomen over de standaardmethode default maken en hoe de Nederlandse bank daarnaar kijkt. Dank mevrouw Van Beukering. Ik kijk naar onze gasten van de Nederlandse bank. Heel kort, een hele korte schorsing. Meneer Dieris. Ja, dank u wel voor de vragen. Even kijken. Dus de eerste set aan vragen ging over de inflatie. We zijn aangesloten bij het advies van de commissie parameters. Dus we hebben ons daarop gebaseerd. Ik denk er was één vraag op pagina 47 over waarom de inflatie, dus de blauwe lijn, onder de 2% zich bevindt. De uitleg is dat de commissie parameter heeft bepaald dat het meetkundig gemiddelde inflatie, dat die uiteindelijk naar de 2% gaat en daarvoor wat hoger ligt. En hier tonen we de mediaan, dus we tonen een andere maatstaf, zeg maar. Dus als je naar het meetkundig gemiddelde kijkt, dan sluit dat wel direct aan bij het advies van de commissie parameters over die inflatie op lange termijn. Dan was er ook een vraag over de hoogte van de inflatiescenario's. Ik denk dat daar het plaatje op pagina 47 onderaan een antwoord op geeft. Dus het 95e percentiel bij de commissie parameters 2022 ligt rond de 5%. Dus 5% van de waardes in de scenario set ligt hierboven. En we hebben eerder wel eens bekeken wat nu eigenlijk het maximum is in de scenario set. Dat lag op 18%, dus dat loopt best wel ver door in zekere zin. Dan was er een vraag over het compensatiedepot. We hebben het compensatiedepot bij de standaardmethode ingezet om te compenseren voor het afschaffen van de doorsneesystematiek. Dus dat lukt goed, zie je in het figuur. Dus dat beperkt de herverdelingseffecten. Het punt wat ik in de introductie maakte is dat er bij het gebruik van de standaardmethode ook andere herverdelingseffecten zijn. Die komen door de benadering van de indexatieregels vooral en bij hogere dekkingsgraden. En die kun je niet compenseren met het compensatiedepot. En er is inderdaad bestuurlijke ruimte om nog 5% vermogens te schuiven. Maar die bestuurlijke ruimte is er alleen bij lagere dekkingsgraden. Dus in de basisvariant hebben we naar hogere dekkingsgraden gekeken. Dus hebben we die extra bestuurlijke ruimte niet ingezet. Dus de bestuurlijke ruimte die is ingezet is het vullen van het compensatiedepot. En dat dan uitdelen om te compenseren voor de afschaffing van de doorsneesystematiek. Als laatste de nota van wijziging, dus inderdaad de standaardmethode is de default, VBA-methode is de uitzondering. We hebben SEC de resultaten van beide methodes laten zien. Het is natuurlijk aan het fonds om te onderbouwen waarom of in welke gevallen ze willen afwijken van de default. Maar ons doel was om de impact van beide methodes te laten zien. Dank u, meneer Den Haan. Ik kan nog even kort, pardon. Mevrouw Den Haan vroeg of DNB een voorkeur heeft voor VBA ALM. Het antwoord op die vraag is nee, wij hebben geen officiële voorkeur. Wij zijn slechts toezichthouder. Je kunt in de plaatjes wel zien dat de twee methodes twee verschillende uitwerkingen hebben.
wanneer je de VBA-ALM-methode volgt, dan zul je zien dat er vrij weinig uitslagen zijn in termen van netto profijt. Dus zou een fonds als doelstelling hebben om weinig herverdeling te realiseren, dan is dat een geschikte methode. Tegelijkertijd kun je zien, ook in de plaatjes, dat wanneer je de standaardmethode toepast, dat dan juist de gevolgen voor de reële uitkeringen wat meer smooth verlopen in goed Nederlands. Dus het is afhankelijk van de doelstelling van het fonds. Dank u wel, meneer Kloes. Teerst Mals. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik had nog een vraag over de grafiekjes. Misschien is het handig om die erbij, dat helpt mij. Of als het één... Oh, nee, dat gaat niet. Ook wel. Super. Want je ziet in dat eerste plaatje, het netto profijt plaatje, dat eigenlijk de groep 40 tot 60, even heel kort door de bocht, er relatief goed vanaf komt, zeg maar, in de transitie-effecten. En terwijl in de beeldvorming het men vindt dat 40 tot 60 er eigenlijk slecht vanaf komt vanwege het afschaffen van de doorsneesystematiek. Dus hoe moet ik dat met elkaar matchen? En in het verlengde daarvan, als we nou dit plaatje zouden hebben voor een dekkingsgraad van 100%, klopt het dan ook dat zeg maar de dubbele transitie, dus het nieuwe contract, zoveel compensatie oplevert dat eigenlijk het effect van het afschaffen van de doorsneesystematiek daarmee gemitigeerd wordt? Om een... Ja, dank u wel. Dank u wel, meneer Smals. De heer Nijboer. Voorzitter, ik mag ook een vraag stellen over die voorbeeldfondsberekening nu. Hè? Dat kan ook nu. Of is dat daarna? Die worden zo nog toe. Zal ik dat straks doen? Dan doe ik nu eerst de vraag over het... Wat is nou het meest kenmerkende verschil en de karakteristieken tussen die standaard- en VBA-methode waar die pensioenfondsen straks voor kunnen kiezen? Want je ziet er best wel grote verschillen. En wat als u dat nou even in gewone mensentaal zou moeten... Als u een fondsbestuurder zou zijn geweest en u moet kiezen tussen die standaardmethode en die VBA-methode... Wat zijn nou de meest kenmerkende karakteristieken waarom u niet voor de standaardmethode zou kiezen als pensioenfondsbestuurder? Dank meneer Nijboer, de heer Van Kent. Dank, voorzitter. Ik vraag me toch echt af wanneer we dan wel politieke vragen kunnen stellen. Morgen. In de tweede termijn van een wetsbehandeling. Dan kunnen we vragen stellen over deze doorrekening. Ja, nou, u heeft natuurlijk tweede termijn. U heeft ook een eigen tweede termijn. Ja, dat begrijp ik. Nou, daar gaan we de wet voor gebruiken. Okay. De eerste vraag is aan de heer Kroes. Op welk moment de berekeningen naar het ministerie zijn gestuurd? Dat zouden we heel graag willen weten. Tweede vraag gaat over waar dat extra geld dan vandaan komt. De commissie Parameters geeft aan dat de verwachte rendementen op aandelen lager gesteld worden dan in het verleden. En nou, we gaan ervan uit, tenminste dat is ook wat de minister aangeeft, dat de premieinleg en de beleggingsbeleid ongeveer hetzelfde blijft. Hoe kan dan verklaard worden dat deze uitkomsten gepresenteerd worden? En heeft dat ermee te maken dat buffers worden uitgedeeld? Dus dat het genoeg is genoeg principe niet geldt voor het nieuwe stelsel, maar wel geldt voor het oude stelsel. Is daar het verschil uit te verklaren? Dank u wel. Ik kijk weer naar meneer Kroes, zodat we kunnen we deze vraag beantwoorden. Wachten we weer eventjes? Ja, een half minuut.
De heer Kroes, we gaan weer verder. Dank voorzitter en leden voor dit geduld terwijl wij even ons beraden. Ik begin even met de vraag van de heer Kent. Die was aan mij persoonlijk gericht. Wanneer zijn de berekeningen gedeeld met het ministerie? Er zijn twee momenten geweest. We hebben de conceptberekeningen gedeeld afgelopen woensdag. Dat waren de conceptberekeningen, die waren toen nog ongetoetst. We hebben namelijk een klankbordgroep ingesteld, mede vanwege de hoge tijdsdruk, waarin de sector vertegenwoordigd was, de experts van de sector en enkele hoogleraar. Daar met die klankbordgroep is donderdag een gesprek geweest. Daar is commentaar uit voorgekomen dat we hebben verwerkt. En maandagmiddag 3:30 is de formele set naar het ministerie gegaan. Dank u wel, meneer Kroes. De heer Dieris. Ja, dank u wel voor de vragen. Dus, de eerste vraag ging volgens mij over de impact van de dubbele transitie bij wat lagere dekkingsgraden. Nou, we hebben niet de dekkingsgraad van 100% exact doorgerekend, wel die van 95% op slide 33. Dus daar zie je dat de dubbele transitie ook helpt om herverdelingseffecten te beperken. Maar je ziet daar niet de grote plus die we inderdaad in de presentatie wel zien bij de oudere actieven, om het zo maar te zeggen. En dat is natuurlijk omdat er minder buffers zijn die uitgedeeld kunnen worden. Dus wat dat betreft wordt de dubbele transitie wat minder gunstig. En ja, dus denk ik aan de politiek en sociale partners en pensioenfonds bestuurders om af te wegen of dat wel of niet voldoende is, zeg maar, het effect daar. Even kijken, dan was er een vraag over waar komen de gunstige resultaten vandaan? Ik denk om te beginnen is het wel goed om te kijken naar de netto profijtfiguren hier, waar je echt in ziet dat de transitie een zero-sum game is. Dus als deelnemers erop vooruit gaan, dan moeten andere deelnemers er ook op achteruit gaan. En hier zie je inderdaad dat de huidige deelnemers er licht op vooruit gaan, grosso modo. Dus dat betekent inderdaad dat de toekomstige deelnemers er licht op achteruit gaan bij deze specifieke invulling. Hoe komt dat dan? Dus ik denk inderdaad dat het eerder uitdelen van buffers daar inderdaad een rol in speelt. Hè? Dus in het FTK mag je pas indexeren vanaf een dekkingsgraad van 110%. En kun je niet meer dan de indexatie indexeren, behalve eventuele inhaalindexatie. In een nieuwe stelsel kun je wel eerder dat geld uitdelen aan de huidige deelnemers. Dus dat heeft wel een positief effect eigenlijk voor de huidige deelnemers hier. Tot slot de vraag van ja, wanneer zou je dan de standaardmethode gebruiken, wanneer de VBA-LEM-methode? Nou, dat is uiteraard denk ik aan sociale partners en het fondsbestuur. Ik denk dat je zou kunnen zeggen dat het ook wel afhangt van invaardoelen en fondskarakteristieken. Dus als je invaarddoel is om herverdelingseffecten te beperken en je hebt een hogere dekkingsgraad, ja, dan ligt het waarschijnlijk wat meer voor de hand om de VBA-LEM-methode te gebruiken, gegeven de resultaten. Maar als je invaarddoel is om uitkering op peil te houden, en je hebt misschien ook een lagere dekkingsgraad, dan ligt de standaardmethode waarschijnlijk weer wat meer voor de hand. Maar goed, de afweging is uiteindelijk aan een andere tafel. Dank u wel. Dank u wel, meneer Dieris. Volgvraag. We doen straks nog een ronde. De heer Omtzigt. Ja. Maar toch wil ik het zo doen dat we het zo eerlijk mogelijk proberen te houden. Dus ik geef de heer Omtzigt het woord. Bewaar uw vragen. Het komt echt nog aan de orde. Voorzitter. Dit is een wat raar plaatje. En in de berekeningen blijken in de positieve scenario's, in de basisvariant, de pensioenen 300-400% hoger te worden. Dus dat betekent dat mensen die nu een pensioen van 1000 euro per maand krijgen, straks een pensioen van 4000 verwachten in de positieve variant. Heeft dat per ongeluk te maken met het feit dat je de premie constant houdt en dat je in het huidige stelsel maar fiscaal maximaal mag uitkeren, dus dat je onder het huidige stelsel dan een pensioenfonds hebt, dat 300-400% dekkingsgraad krijgt, terwijl je in het nieuwe stelsel het gewoon uitdeelt? En zijn die vergelijkingen dan wel realistisch? Oftewel, denkt u echt dat het mogelijk is dat in het ene stelsel je 4 keer zoveel krijgt dan in het andere stelsel? Voor de rest had ik
Daarvoor een vraag. Dank voor uw helderheid. De vraag van de heer Van Kent. Heeft u ook contact gehad met de pers over de berekeningen gisteren? Dank u wel, meneer Omtzigt. Mevrouw Matoeg. Dank, voorzitter. Ik heb 3 vragen die ik in 1 keer zal doen, omdat ik dan ook niet wacht op de vervolgvraag op een later moment. Mijn eerste vraag gaat over pagina 18. Daar zien we dat de gemiddelde reële uitkering voor mensen van boven de 82 er in het mediane scenario op achteruit gaan. En dat is dan nog bij een goede dekkingsgraad van 122% en zonder compensatiedepot. Klopt dat? En zo ja, hoe kan dat? Want het is toch precies het omgekeerde van het doel van het wetsvoorstel. De tweede vraag, voorzitter. Pagina 17. Daar staat: voor jongere deelnemers is het netto profijteffect negatief, mede als gevolg van het afschaffen van de doorsneesystematiek. Einde quote. Maar de negatieve effecten van het afschaffen van de doorsneesystematiek liggen toch rond de 45 en niet bij jongeren. Want 25-jarigen hebben toch nog helemaal niks ingelegd met de doorsneesystematiek. Dus wat wordt hiermee bedoeld? En mijn derde vraag, voorzitter. Overigens dank voor ook jullie snelle werk. Net als wij als Kamerleden en veel collega's hebben dat ook aangegeven, zitten we in een squeeze. En dat komt niet alleen door deze Kamer, vind ik wel belangrijk om gezegd te hebben, ook richting de collega's. Maar enorme dank voor de inspanning. We zien, het gaat veel over gemiddelde leeftijdscohorten. En ik zie dat DNB heel veel verschillende scenario's heeft doorgerekend en ook van verschillende situaties is uitgegaan. En dit is een checkvraag. Wij zien geen scenario met een lage dekkingsgraad, waarbij wel veel geld nodig is voor de compensatie voor het afschaffen van de doorsneesystematiek. Klopt het dat we deze berekeningen dus niet kunnen gebruiken voor dat soort gevallen en daar dus niet iets conclusiefs over kunnen zeggen? En klopt het dat we met deze cijfers ook niks kunnen zeggen over hoe de transitie uitwerkt voor mensen wiens pensioen niet ingevaren wordt? Bijvoorbeeld omdat het fonds dat niet kan of er niet voor kiest, of omdat ze een premieregeling hebben. En dat die mensen wel overgaan naar een nieuw contract en er dus wel sprake is van transitie. En zeker omdat in die gevallen bij het afschaffen doorsnee, nou, grote verschillen per fonds en ook de renteschok kan verschillend uitpakken. Dus even de checkvraag, klopt het dat je daar dus op basis van dit beeld niet iets conclusiefs over kan zeggen? De heer Stoffer. Ja, dank voorzitter. Een hele hoop informatie. En nou, dat is maar de vraag of je dat helemaal goed tot je neemt in zo'n korte periode. Wat mij in ieder geval opvalt is als ik naar al die berekeningen kijk en denk van die dekkingsgraad, die liggen allemaal boven de 100% of heel ruim daarboven. Maar ik schat in dat er ook wel fondsen zijn straks die in de praktijk onder de 100% uitkomen of net daarboven. Ja, onder de 35%, daar hoef je denk ik geen rekening mee te houden, dan mag je niet invaren. Hè? Maar stel dus dat die berekeningen gemaakt zouden zijn met die dekkingsgraden van, laten we zeggen, 98% of 101%. Hoe zouden die berekeningen eruit zien? Kan daar iets over gezegd worden? Want zijn er dan bijvoorbeeld groepen die er veel meer op achteruit gaan? Of, nou, ik zou daar graag wat meer bespiegeling op willen hebben. Dank u wel, meneer Stoffer. En dan als laatste vanuit de zijde van de Kamer, de heer Seder. Ja, dank u wel, voorzitter. En ook dank voor de presentatie en de stukken. Ik had even een vraag over de grafiek rechts. Ik heb even wat duiding daarbij nodig, want dan zie je dat bij het 5% percentiel het voor oudere leeftijdskorten een negatief resultaat heeft. Maar het negatieve resultaat wijzigt heel snel in een positief resultaat bij 85-jarigen. Ik was even benieuwd of daar nog een toelichting op zou komen, omdat ik dat gewoon nog even niet snel. Dank u wel. Dank u wel, meneer Seder. Ik schors dan even, zodat de vragen besproken kunnen worden.
De heer Kroes. Voorzitter, dank. Laat ik beginnen met de vraag van de heer Omtzigt, want die was wederom aan mij gericht. De vraag was of er gisteren contact geweest is tussen de Nederlandse bank en de pers. Het antwoord op die vraag is nee. Maandag. Nou, wij hebben geen contact gehad met de pers. Ik kijk even naar onze persvoorlichter in de zaal. Nee, die schudt ook nee. Dus het antwoord is nee. Kan het zijn dat er daadwerkelijk in het nieuwe stelsel vier keer zo hoog pensioen ontstaat als in het oude stelsel? Heeft dat te maken met genoeg is, het principe genoeg is genoeg? Antwoord is ja. Wij hebben dus gewoon de wetgeving gevolgd bij de modellering. Afwijken van de wetgeving, dat is wat lastig. Je zou kunnen kijken of je in dat soort situaties bijvoorbeeld premiebetaling achterwege zou kunnen laten. We hebben dat soort zaken niet gemodelleerd. Maar er zijn dus, in antwoord op de vraag van de heer Omtzigt, er zijn dus extreme scenario's waarin de resultaten hoog oplopen. De heer Dieres. Ja, ik zal een paar vragen op mij nemen. De laatste vraag zal mijn collega Ivo Tossings op zich nemen. Mevrouw Matoeg had een aantal vragen. De eerste was, waarom gaan de deelnemers boven de 82 erop achteruit? Nou, dat komt eigenlijk omdat ze in het FTK zouden ze, nu gegeven de dekkingsgraad die we aannemen, bijna volledig voor de inflatie worden geïndexeerd. En als de standaardmethode wordt gebruikt, dan wordt de buffer eigenlijk, wordt 1/10 van de buffer aan hun gegeven, zonder direct rekening te houden met het niveau van de inflatie. En je ziet dat in dit geval dat slecht uitpakt voor de alleroudste, zeg maar. Tweede vraag was over impact afschaffen DSS. Ik denk dat het figuur en de appendix daar wel bij helpt. Nu moet ik natuurlijk even het goede figuur erbij zoeken. Maar we hebben eigenlijk voor een appendix, dus op slide 48, enkel de impact van afschaffen DSS in beeld gebracht. Dat is de stippenlijn. En dan zie je eigenlijk dat zelfs voor de 25-jarigen daar een licht negatief effect is. En dat werkt eigenlijk ook door in het plaatje waar u net aan refereerde. En dat heeft eigenlijk te maken met de Aaron-conditie. Dus het afschaffen van de doorsneesystematiek is gunstig voor toekomstige deelnemers. Omdat de beleggingshorizon langer wordt. Maar dat speelt pas als het reële rendement positief is. En dat zie je eigenlijk dat in het begin van de scenario set nog niet het geval is. En later in de scenario set wel. En daarom eigenlijk dat de kosten voor de impact van afschaffen DSS, dat die ook nog negatief zijn voor de 25-jarigen hier. Voor iemand die nog geboren moet worden. Of voor iemand van 10 bij wijze van spreken. Nu zou de impact wel al positief zijn. Dat staat hier niet in het figuur. Wat betreft de lage dekkingsgraden, klopt het dat we geen lage dekkingsgraden hebben onderzocht? Nou, we hebben in deze slide deck wel de dekkingsgraad van 95% onderzocht. Dus kunnen gegevens uitgehaald worden. We hebben inderdaad geen transities onderzocht waarbij het fonds niet invaart. Dus dat klopt. De heer Stoffer had een vergelijkbare vraag over wat is eigenlijk, welke impact zie je bij lagere dekkingsgraden. Ik denk dat het makkelijkste is om te verwijzen naar de resultaten voor de dekkingsgraad van 95%, om daar wat meer duiding aan te geven. Maar zoals eerder aangegeven bij het antwoord aan de heer Smals, je ziet dat de dubbele transitie nog altijd een rol speelt. Dus dat je enerzijds impact afschaffen DSS hebt, maar anderzijds ook de impact van dat je in het nieuwe stelsel niet meer buffers hoeft op te bouwen. Maar de impact van het tweede effect, dus het mitigerende effect, is kleiner. Dus je ziet dat het nieuwe stelsel voor de huidige deelnemers dan... je ziet niet echt de plus die je bij hogere dekkingsgraden wel ziet. Of je ziet niet zo nadrukkelijk de plus. En tot slot een vraag van de heer Seder over de grafiek rechts en het vijfde percentiel. Als dat mag van de voorzitter, zou ik die graag willen doorgeven aan mijn collega Ivo Tossings. De heer Tossings. Dankjewel. Die vraag die gaat over het rechterplaatje in de basisvariant. Wat we daar zien is dat uitkeringen in het slecht weerscenario in de solidaire premieregeling voor de oudste deelnemers
lager liggen dan in het FTK. Nou, hoe wordt dat nou verklaard? In het nieuwe contract bewegen uitkeringen sneller mee met bewegingen op de markt. Als dat slechte negatieve scenario's zijn, dan hebben ouderen tegelijkertijd ook minder gelegenheid om die slechte scenario's weer goed te maken in de toekomst. Nou, dat verklaart de achteruitgang voor jongeren voor de oudste deelnemers in een slecht weerscenario. Waarom zien we dat nou bij de alleroudste deelnemer niet terug? Nou, dat komt omdat de alleroudste deelnemers eigenlijk geen beleggingshorizon meer heeft. Dus bij die alleroudste deelnemers zien we eigenlijk alleen maar het effect van invaren. Dan krijgt hij een uitkering en dat is de uitkering die het is. Dank u wel, meneer Tossings. Ik stel voor dat we een tweede ronde gaan doen. Ik begin bij de heer De Jong. Ja, voorzitter, hartelijk dank. Ja, dat van die inflatie. Ik vind het zeer, zeer onverantwoordelijk om het op deze manier te doen. Ik krijg het enige antwoord dat ik krijg. Ja, we hebben de commissie parameters gevolgd. En bij de commissie parameters kreeg ik het verhaal. Ja, we hebben de ECB gevolgd. Maar mijn vraag is, als je kijkt naar de historie van de inflatieontwikkelingen in Nederland. Je pakt elke 10 jaren. Dan is er geen periode geweest waarbij het lager was dan die 2% als je goed kijkt. En ook naar de komende tijd zeggen alle economen, we verwachten een veel hogere inflatie. En mijn vraag is dan ook, hoe kan je nou op 2% inflatie zitten of op 1,7% op pagina 47? Als je ziet dat je nu in een hoge inflatie zit en ook het teruggaan naar een lagere inflatie met hoge inflatie vaak lastiger wordt. Dus daar wil ik graag een meer inhoudelijk antwoord op. En mijn volgende vraag is, zeker ook voorbedurend op de vraag met betrekking tot de vergelijk. Is er, is door DNB het huidige stelsel met het nieuwe stelsel vergelijken zonder invaren? Dus ook zonder het uitdelen van die buffers wat je maar één keer kan doen. En daarmee dus ook gekoppeld de vraag, ook met betrekking tot inflatie. Kan de DNB spreken over een koopkrachtig pensioen met deze berekeningen? Want als ik alleen al kijk naar de berekeningen, nogmaals, voorzitter. Ik zie dus dat de ING, ABN AMRO, Rabobank, IMF, Europese Commissie, die komen gezamenlijk uit op bijvoorbeeld al die 4,1%. Is het daar al op aangepast? Want ik zie nu cijfers uit juni. En als dat niet zo is, hoe zouden dan die cijfers eruit zien als er daarop wel zou worden aangepast? Dank u wel, meneer De Jong. Mevrouw Palland. Ja, voorzitter, dan toch nog een vraag over mogelijk effect van de nieuwe parameters set voor de pensioenpremie. Omdat door de iets naar beneden gestelde, bijgestelde rendementen de discontovoet wat daalt. En DNB heeft het advies ook overgenomen. En dan begrijp ik dat er wat zorgen zijn dat dat dit zal leiden tot mogelijk tot een premieverhoging, omdat die rentecurve voor 5 jaar vast ligt. Wellicht kan toegelicht worden waarom pensioenfondsen bijvoorbeeld niet in staat worden gesteld om de recentere rentecurve vast te leggen voor de resterende jaren. Dank mevrouw Bolland. Mevrouw Den Haan en mevrouw Van Beukering hebben geen vragen. Meneer Spans. Ik heb wel een vraag, voorzitter. Eigenlijk nog in het verlengde van mijn eerste vraag. Het beeld is dat dus 40 of oudere actieven, zoals het genoemd werd, dat die er relatief slecht van afkomen. Klopt het nou op basis van dat plaatje wat hiervoor ligt, dat dat beeld niet klopt? En dat die eigenlijk, als je het net op gevrijd volgt, dat die er dus beter van afkomen eigenlijk? En kunt u daarop reflecteren? Misschien dat we het met z'n allen dus wel verkeerd hebben gehad tot op heden. Want volgens mij was dat wel een soort opinio communis dat 40 tot 60-jarigen relatief slecht van af zouden komen. Dank u wel, meneer Smals. Ik schors heel eventjes.
Stel voor dat we bij de heer Kroes beginnen. De heer De Jong stelde een vraag over de inflatie. En hield een betoog dat resulteerde in de vraag: kun je nu nog spreken van een koopkrachtig pensioen? Even volledigheidshalve vooraf. Wij hebben ons gehouden aan de snuiswet van de commissie Bramer. Dus daar wil ik het antwoord niet mee beëindigen, geen zorg. Maar wij gaan niet zelf afwijken van die set. Neem niet weg dat natuurlijk de vraag voor de hand ligt. Wat betekent dat dan voor de mate van koopkrachtigheid van het pensioen? Of is dat dan een robuust pensioen? Even een procedureel antwoord voor de fondsen. Op het moment dat je gaat invaren, dan zul je de hele set opnieuw kalibreren. En dan ga je opnieuw deze berekeningen maken op basis van de dan geldende inflatie. Dus het is wel zo dat als je het daadwerkelijke invaren verricht, dan krijg je opnieuw een beeld van hoe de herverdelingseffecten in het fonds eruit zien. En dan kan het fondsbestuur in samenspraak met sociale partners en de fondsorganen kan opnieuw beoordelen of die herverdelingseffecten redelijk zijn of niet. De vraag is nu een pensioencontract bestendig tegen inflatie, is eigenlijk een langetermijnvraag. Zoals de heer De Jong opmerkt, en terecht, zitten we nu in een situatie waarin we een inflatieschok hebben gehad. Dus de inflatie is in korte tijd heel erg opgelopen. En dat holt eigenlijk in welk pensioencontract dan ook, holt dat koopkracht uit. Tegelijkertijd is het zo dat er aan de ene kant wordt gewerkt om de inflatie weer onder bedwang te krijgen. En aan de andere kant kun je ook verwachten dat financiële markten reacties gaan hebben op die inflatie. Dus een vermogensverschaffer zal een hogere nominale rente vragen als de inflatie stijgt. Dus zonder dit nu al te technisch te maken, de inflatieschok die er nu is, die kun je niet voor de duur van het pensioencontract blijvend veronderstellen. Er zullen evenwichtsherstellende elementen gaan of tendensen gaan optreden. En nogmaals, pensioen is een langetermijn product en we zien hier een korte termijn schok. Dus misschien is mijn antwoord samengevat wel, die korte termijn schok die is er, geen misverstand. Pensioenfondsen zullen die moeten meenemen als ze hun invaarberekeningen opnieuw gaan kalibreren. Dan zullen ze die in zicht krijgen en dan kunnen ze daarop reageren. Deze inflatieschok is niet een langetermijn effect waarmee je een pensioencontract over enkele decennia kunt beoordelen. Mag ik nog één vraag? En dat is de vraag van mevrouw Palland. Het is heel ongemakkelijk, maar dit is een vraag die eigenlijk gewoon bij het ministerie thuis hoort. De heer Dieris. Dan tot slot een vraag van de heer Smals. Die wijst op de positieve herverdelingseffecten voor de oudere actieven, zoals we het noemden. Ik denk in algemene zin is het wel belangrijk om op te merken dat de uitkomsten hier wel afhangen van de invulling van de fondskarakteristieken die gelden, de marktomstandigheden en de invulling die als fonds kiest. Als ik door onze slide deck heen ga, dan zie je wel in alle gevallen inderdaad dat de oudere actieven dat die een positief herverdelingseffect hebben. Dat geldt voor de basisvariant, dus een dekkingsgraad van 123%. Dat geldt nog meer voor de hogere dekkingsgraad en dat geldt ook nog, als we op slide 33 kijken, voor een dekkingsgraad van 95%. Dus in deze resultaten lijkt het vrij breed te gelden. Ik denk ook wel goed is om straks te kijken naar de analyse voor de fondsen. Om te kijken of die effecten ook daar terugkomen. Om te kijken of het in hoeverre te generaliseren is. Dank u wel. De heer Nijboer, geen aanvullende vraag? Of wel? De heer Van Kent? Dank, voorzitter. Ik ben heel erg benieuwd, vraag aan de heer Kroes, wie er in de klankbordgroep zit. En of de heer Kroes kan uitsluiten dat er vanuit de klankbordgroep contact is geweest met de pers. Verder een vervolgvraag op de vraag die ik net stelde. Of het dan ook niet appels en peren vergelijken is. Als je een stelsel waarbij het genoeg principe vergelijkt met een stelsel waarbij alles direct uitgedeeld mag worden. En of dan ook de indruk die in de pers is gewekt dat
dat het nieuwe stelsel zal zorgen voor een hoger pensioen, dat dat ook een verkeerde voorstelling van zaken is, omdat er eigenlijk sprake is van in het nieuwe stelsel het eerder uitdelen van buffers. En of misschien de heer Kroes ook iets kan zeggen over de effecten ook van het nieuwe stelsel op de schommelingen die plaats gaan vinden in de pensioenuitkeringen. En of dat ook niet, als je de twee stelsels vergelijkt, een belangrijke factor zou moeten zijn. En dan viel me op, en ik vraag even ter bevestiging of dat klopt, dat dus het nieuwe stelsel voor 82-plussers of 82-jarigen een achteruitgang gaat betekenen. Heb ik dat goed gehoord? En helemaal tot slot, voorzitter, moet me nog van het hart dat me wel opvalt dat de commissie Parameters verwijst naar de ECB. De Nederlandse Bank verwijst naar de commissie Parameters, maar maakt zelf ook onderdeel uit van de ECB. Hoe ziet de heer Kroes dat? De heer Omtzigt. Dank. Dank voor het heldere antwoord net. Dat genoeg regel is toegepast. En dat dat dus betekent dat neemt fonds E, dat een 25-jarige die ziet het pensioen in het mooi weersnijden stijgen van nu 115 naar straks 510. Die ziet een verviervoudiging van zijn pensioen. Dat dat dus een, ja, op een aanname gebaseerd is die niet houdbaar is. Namelijk dat je geld oneindig blijft oppotten tot 300 tot 400%. Het waren netjes geweest als dat ergens onder de tabel ook gestaan had. Want dit maakt het zo lastig om het te repliceren binnen 2 dagen tijd voor een plenaire behandeling, zeg ik maar. En waarom is dat niet beter toegelicht? Het tweede is, kunnen wij de parametersets op dit moment zelf ergens zien? Zodat we bijvoorbeeld de verdeling kunnen zien over de inflatie en de rendementen die in de scenario's meegenomen zijn. De oude scenario's stonden dus gewoon in Excel-sheets op de website van DNB, waar ook goed toegankelijk wat dat betreft. Zijn de nieuwe al toegankelijk voordat we het debat voeren aankomende donderdag? Mevrouw Matoeg. Dank, voorzitter. 2 vervolgvragen. En ik vond dat de heer Smals het mooi inleidde met de beeldvorming klopt de beeldvorming niet. Dus die neem ik even over. Want ik schrok wel van het inhoudelijke antwoord over de 82-plussers. Want het beeld, zeg ik de heer Smals na, is dat dit nieuwe stelsel voordelig is voor ouderen. En we horen net dat DNB zegt dat is niet zo. Mijn hoop was dat het antwoord dat we gingen krijgen een modelmatig antwoord was. En dat dat de reden is dat het een gek effect is. Maar het antwoord lijkt dus materieel. Dus de checkvraag van de heer Van Kent is voor mij ook heel belangrijk. En voor mijzelf de checkvraag dan toch even over die aannames. Van welke levensverwachting wordt uitgegaan? Want de indruk leek te ontstaan dat men in het model uitgaat van 1 levensverwachting van 89 jaar. Klopt dat? Terwijl de Nederlandse levensverwachting is toch helemaal geen 89. En voor een 80-jarige is de leeftijdsverwachting toch heel anders dan voor een 60-jarige. En dat leek ons een best wel vergaande aanname als dit klopt, voorzitter. En betekent dat dan dat voor een groot deel van de leeftijden de uitkomsten niet kloppen? Als dit waar is. En mijn vraag, en misschien is die van politieke aard, is dan, waar kijken we dan eigenlijk naar? En mijn tweede vraag, voorzitter, vervolgend op een vraag van een aantal collega's. Dat gaat over het uitdelen van de buffers. Klopt het dat de mensen die nu al het meest hebben opgebouwd ook het meest hebben bijgedragen aan de buffers van pensioenfondsen? En het dus logisch zou zijn als zij het meest profiteren van het uitdelen van die buffers? En klopt het dat we het omgekeerde zien in de netto profijt en verwachte uitkeringsplaatjes? Want ik zie bij alle plaatjes een dalende lijn met de leeftijd. En betekent dat dan dat degenen die het minst hebben bijgedragen aan de hoge buffers het meest profiteren van het delen ervan? Dank u, mevrouw Matoeg. De heer Stoffer. Ja, dank, voorzitter. Er is straks al aan gerefereerd door collega's. Vorig hadden we een technische brief met de commissie Parameters. En toen hebben we ook gesproken over de onzekerheid van de cijfers. Waar in ieder geval voor mij natuurlijk al deze dingen op gestoeld zijn, is dat we inzicht krijgen in van, zijn die berekeningen dusdanig dat je een beetje de bandbreedte te pakken hebt van wat straks in de praktijk plaats gaat vinden.
En waar voor mij wel een lastig ding zit, als ik kijk naar die parameters, daar zit onzekerheid achter. Maar u rekent uiteindelijk natuurlijk met harde getallen. En daar zitten allerlei aannames achter. En dat leidt natuurlijk ook tot een waaier aan uitkomsten. Mijn vraag is, zou u iets kunnen zeggen over hoe gevoelig de doorrekeningen zijn voor schommelingen in die parameters en die onzekerheid die erin zit? Want u heeft natuurlijk met harde getallen gerekend, ga ik vanuit. Met ook een stukje bandbreedte daarin. Maar stel nu eens dat daar enorme schommelingen in één of meerdere parameters komt. Is daar ook rekening mee gehouden? Of zijn de berekeningen daar heel, of de doorrekeningen heel gevoelig voor, of juist niet? Ik zou daar graag iets meer over willen weten. Dank u wel, meneer Stoffer. De heer Seder. Ja, dank u wel. Ik heb een specifieke vraag over pagina 43, waar het in de appendix gaat over de leenrestricties. Als we kijken naar de verschillende doorrekeningen met leenrestrictie en zonder en met verschillende gegevens, huidige gegevens en gegevens uit augustus, dan wordt er aangegeven dat het toepassen een beperkte impact heeft. Ik vroeg me af of u, want daar is het ook tijdens het debat een aantal keer over gegaan, als ik naar de plaatjes kijk, vraag ik me toch af of u een toelichting zou kunnen geven op de verschillende tabellen en wat we precies zien tussen leenrestrictie en zonder. Omdat dat nog wel heel erg op elkaar lijkt. En ik ben even benieuwd wat de impact daarvan is. En of u mij daarin kunt meenemen. Dank u wel, meneer Seder. Ik schors heel even. De heer Kroes. Voorzitter, dank. Ik wilde graag beginnen bij de heer Van Kent, die uitspreekt of we niet appels en peren aan het vergelijken zijn, naar aanleiding van het feit dat we hier kijken naar een stelsel dat leidt onder de restrictie genoeg is genoeg. Er is enkele jaren geleden met tamelijk breed draagvlak gezegd dat het huidige stelsel om een aantal redenen, het functioneren van het huidige stelsel om een aantal redenen onbevredigend was. En een van die redenen was eigenlijk het doorwerken van de buffer. Als ik het even onparlementair zeg, het nadeel van een buffer is dat het geld al veelal lang in de buffer blijft zitten. En we hebben een tijdenlang situaties gehad met dusdanige combinatie van inflatie en renteniveaus. Dat het ongelooflijk moeilijk was om daadwerkelijk pensioenen te verhogen. En dus is er een zoektocht geweest naar een ander stelsel waarin je minder buffers nodig zou hebben. En dat stelsel is zonder meer riskanter. Het zou dus ook niet goed zijn om te zeggen onverkort in het nieuwe stelsel gaan pensioenen omhoog. Het eerlijke verhaal is, in het nieuwe stelsel gaan pensioenen eerder mee bewegen met ontwikkelingen op financiële markten. En dat zie je ook in deze berekeningen. Want elke keer als je in het middenpaneel iets heel moois ziet bij de mediane uitkomst, dan is er ook altijd nog een rechterpaneel wat daar weer een kanttekening bij stelt, omdat je daar in het 5%, het vijfde percentiels uitkomt, kortom, het slecht weerscenario ziet. Dus dit nieuwe stelsel kent veel meer dan het oude stelsel het profiteren van financiële markten, maar ook de risico's die daarbij horen. Dat is een keuze die voortvloeit uit, ik zou bijna zeggen uit het maatschappelijke debat dat erover is geweest, maar er zit hier aan deze kant niemand van de tafel, niemand die zegt dat het nieuwe pensioenstelsel een free lunch is. Er zijn meer risico's. Dat zie je
wel en tegelijkertijd ook niet terug, om even door te gaan met de vragen van de heer Kent bij de 82-jarigen. In diverse plaatjes, bijvoorbeeld ook in de basisvariant, wanneer je daar de standaardmethode toepast, gaat de 82-jarige erop achteruit. En dat is misschien ten dele ook een antwoord op mevrouw Martoeg. Overigens, de rest van het antwoord komt straks ook. Tegelijkertijd is het ook zo, en dat kun je hier zien in het linkerpaneel, wanneer je kijkt naar de groene lijn. Er is ook een methode mogelijk, los van de vraag of je die kiest, hè, maar het gaat er gewoon even om of de middelen er zijn, waarbij je die ouderen ook boven de nul krijgt. Met andere woorden, voor iedereen die vindt dat de ouderen, voor alle pensioenfondsen die vinden dat de oudere deelnemers er niet op achteruit zouden moeten gaan, die hebben daar in principe de middelen voor en die zullen dus een bestuurlijk instrumentarium in kunnen zetten om dat te voorkomen. Het is dus niet zo dat ze er per definitie op achteruit gaan. Dat is het startpunt van de berekeningen hier. Maar de berekeningen laten ook zien dat compensatie mogelijk is. Tot slot de vraag over de ECB en de commissieparameters en de Nederlandse Bank die naar elkaar verwijzen. Ja, ik vind dat een wat ingewikkelde vraag. Ik begrijp hem wel, daar gaat het niet om. De commissieparameters probeert naar eer en geweten als het ware een soort foto te maken van de financiële markten en een doorkijkje, zodanig dat je een basis hebt voor de berekeningen. Zij zijn degene die primair aan zet zijn om parameters vast te prikken. Tegelijkertijd zitten we in een situatie met een inflatieschok en daar is die commissie parameters zelf niet verantwoordelijk voor. Als daar iemand al verantwoordelijk voor is, dan is dat inderdaad de ECB. En de Nederlandse Bank maakt via het stelsel van centrale banken daarvan deel uit. Tegelijkertijd is het nou ook weer niet zo dat de Nederlandse Bank de rente aan een touwtje heeft. We zitten in een situatie met een inflatieschok. Ik zei het eerder ook al naar aanleiding van de opmerkingen van de heer De Jong. En daar willen ze zo snel mogelijk van afkomen. Tegelijkertijd, een pensioenstelsel strekt zich uit over een langere periode. Ik kan niet anders dan erkennen dat we nu in een situatie zitten die voor pensioenen vervelend is, want een situatie van hoge inflatie. Tegelijkertijd denk ik niet dat het goed is om een pensioencontract dat over decennia gaat te beoordelen op een situatie die zich momenteel voordoet. De heer Dieris. Ja, dank u wel. Nog wat dieper ingaand op de modellering van genoeg is genoeg. Dus we hebben inderdaad, bij de transitie modelleer je zowel het huidige stelsel als het nieuwe stelsel. Dus bij het huidige stelsel, daar is inderdaad rekening gehouden met het genoeg is genoeg principe. Dat staat als het goed is ook vermeld in de slides. En het nieuwe stelsel is er geen genoeg is genoeg principe. Dat is eigenlijk de modellering die ook de wetgeving hier volgt. Dus de uitwerking en de lage regelgeving. Hè. Dus je mag in het huidige stelsel niet meer dan de inflatie indexeren. En de lage regelgeving, concept lage regelgeving, staat ook uitgewerkt dat fondsen, als ze het huidige stelsel modelleren, moeten voldoen aan de huidige wetgeving. Hè. Dus het is daarmee consistent. Ik denk dat de heer Omtzigt misschien ook naar andere aanpassingen refereert. Hè. Dus het zou natuurlijk zo kunnen zijn dat bij hoge dekkingsgraden fondsen premies terugnemen of minder beleggingsrisico nemen. Dus die mogelijkheid geeft de concept lage regelgeving inderdaad. Die hebben wij hier niet doorgerekend, omdat we dan zouden moeten gaan speculeren op wat fondsen daar doen. Dus het CPB heeft dat wel in 2019 uit mijn hoofd doorgerekend bij een ander soort transitie. Dus daar zag je wel dat impact had, maar dat de impact beperkt was. Maar dat is een wat andere setting, ja. Dus ik zie geen. Ja, dus ja, volgens mij kun je in de modellering niet afwijken van genoeg is genoeg principe. Fondsen kunnen daar natuurlijk wel voor kiezen om in hun beleid bij hoge dekkingsgraden premies terug te nemen of beleggingsrisico terug te nemen. Die mogelijkheid is er inderdaad wel. Even kijken, een andere vraag ging over de demografie. Nou, we hebben eigenlijk aangenomen dat een deelnemer precies 25 jaar pensioenperiode heeft. Dus dat is inderdaad een vereenvoudiging. En natuurlijk hebben ook een aantal fondsen gerekend. Als opmerkingen, mevrouw Matoeg weet dat het mij niet mag. En u hoeft er geen antwoord op te geven.
Maar u wilde dat toch wel doen? Ja, nee. Dat is geen probleem. Dus inderdaad, na 25 jaar pensioenperiode, ja, dan vallen ze echt maar dood neer. De fondsen hebben met een andere demografie gerekend die meer aansluit bij wat zij bij hun eigen deelnemersbestand zien. Dus dat kan misschien ook nog wat inzichten geven. En tot slot was er een vraag van de heer Seder volgens mij over de leenrestrictie. Als dat mag van de voorzitter, geef ik die door aan de heer Tossings. De heer Tossings. Ja, dankjewel. De laatste vraag gaat over de impact van de leenrestrictie. Wij hebben de invulling van de toedeelregel zodanig vormgegeven dat voor de jongste deelnemers leidt tot, of kan leiden tot, nou ja, hele hoge blootstellingen naar aandelen. In de augustus slide deck was daar geen restrictie op. In voorliggende analyse hebben wij wel een restrictie geïntroduceerd, namelijk dat de allocatie naar aandelen gemaximeerd is op 150% voor de jongste deelnemers. Nou, we tonen hiervan ook de impact in de appendix op slide 43. En wat we zien is dat het introduceren van een leenrestrictie, ja, een vrij beperkte impact heeft op de transitie-effecten. En nou ja, eigenlijk de belangrijkste reden daarvoor is dat de allerjongste deelnemers nog maar heel weinig pensioen hebben opgebouwd. En dus het effect van het beperken van het toevoegen van een leenrestrictie voor de jongste deelnemers een relatief kleine impact heeft. Dank u wel, meneer Tossings. En meneer Klos, afsluitend nog een opmerking. Ja, heel kort, volgens mij was ik vergeten te zeggen, voorzitter, in reactie op de vraag van de heer Omtzigt, dat inmiddels die sets op dnb.nl staan. Dank u wel, meneer Kloes. We gaan naar de volgende presentatie en daar hebben we, ja, de klankbordgroep, daar was ook nog een vraag over gesteld. Ja, meneer Kloes. Ik zou straks even een namenlijstje moeten opvragen. Ik ken er wel een paar, maar ik ben bang dat ik onvolledig ben. Dus ik kan even het namenlijstje opvragen en dan krijgt de heer Van Kent dat. De vraag daarna was of ik kon garanderen dat er via die klankbordgroep niets naar de pers was gelekt. Het antwoord is dat kan ik uiteraard niet. Ik heb het niet aan de leden gevraagd. En ik ga ervan uit van niet, maar of ik het kan garanderen is weer een andere vraag. Dan zou ik ze nu persoonlijk moeten bevragen. Dat heb ik niet gedaan. Kunnen we dan afspreken, meneer Kroes, dat nog tijdens deze vergadering de heer Van Kent dat namenlijstje kan krijgen? Dat gaan we dan organiseren, meneer Van Kent. Nou, zoveel haast heb ik niet. Dus als het lijstje iets later kan komen met dan de check of er contact is geweest met de pers, dan zou ik dat liever hebben. Maar daarvan heeft de heer Kroes aangegeven, dat kan hij natuurlijk niet garanderen. Ik denk ook niet dat... In de rolopvatting past van de heer Kroes. Dus ik ga door naar de tweede presentatie. En daarvoor geef ik het woord aan de heer Klokkenburg. Inmiddels, dat is goed bekend. Ik zal dat kort introduceren. In oktober is door de Kamer verzocht om wat meer inzicht te krijgen in het invaren bij fondsen met een lage dekkingsgraad. Toen hebben wij aan 3 fondsen gevraagd om daar berekeningen op te maken bij het invaren tegen 100 en 110%. Die fondsen hebben dat toen opgeleverd anoniem, fondsen A, B en C. En bij een van die fondsen heeft Ortec gerekend. En Ortec die zit hier niet namens een fonds, maar die is wel bereid om daar toelichting op te geven. En daar zijn we heel blij mee. Dus Chantal, of mevrouw De Groot, die gaat toelichten wat de impact is van de nieuwe scenario set ook op deze doorrekeningen die ook herijkt zijn. En ook maandag met de Kamer zijn gedeeld. We zijn heel erg benieuwd. Mevrouw De Groot. Dank. Even kijken. Ja, hij werkt. De introductie is net al door mijn buurman gedaan. Zoals gezegd, er is gerekend voor een drietal fondsen. We noemen ze hier ABC. De fondsen hebben ook kenbaar gemaakt dat de specifieke veronderstellingen die bij die fondsen liggen, dat ze die anoniem willen houden. Dus ik ga uw vragen proberen zo goed en zo specifiek als dat ik kan mogelijk te beantwoorden zonder daar afbruik aan te doen. Dus ik hoop dat er enig begrip voor is. De fondsen zijn enigszins vergelijkbaar in termen van
bestandsopbouw. Dat is ook de reden dat we hebben gezegd, we rekenen nog met een tweetal alternatieve fondsen, namelijk D en E. Die wat afwijken qua fondsopbouw zijn afgeleid van fonds C. De fondsen verschillen duidelijk wel in beleid. Zowel beleid binnen het huidige stelsel, binnen het huidige FTK. Als ook de beste inschatting die zij nu kunnen maken van hoe ze het beleid gaan voeren na de transitie. En dat betekent dus ook dat we verschillen gaan zien tussen de fondsen. Zoals net ook geïntroduceerd, er is in oktober en nu weer gerekend voor een viertal situaties. Deze was kort gelukkig. Waarin dus gefocust is op lage dekkingsgraden. Dus we hebben hier gekeken naar dekkingsgraad van 100 of 110% bij invaren. Dan nog wat verschil in hoe wordt initieel het vermogen toegedeeld. Gaat er nog een stukje naar de solidariteitsreserve en een beetje wie krijgt wat. Maar het zijn dus lage dekkingsgraden. En als we nu SEC kijken naar die drie fondsen, hebben die alle drie een behoorlijk hogere dekkingsgraad dan de dekkingsgraden die we hier zien. Dat hoeft u nu niks mee te doen, wilde ik wel opgemerkt hebben. Ik bespreek straks even alleen de effecten in geval van situatie 1. Want eigenlijk zijn de conclusies en de richtingen zijn vergelijkbaar in alle drie de gevallen. Er zijn ook niet extreme verschillen tussen de dekkingsgraden. We hebben hier niet gekeken naar dekkingsgraad van 140 of iets dergelijks. We kijken hier naar een tweetal maatstaven. We kijken allereerst naar de gewogen gemiddelde pensioenuitkering. Dat is eigenlijk de sommen die u afgelopen jaren vaker heeft gezien, zijn allemaal daarop gebaseerd. Dus we kijken dan over de hele uitkeringsperiode. En eigenlijk wegen we in elk jaar van de uitkeringen, wegen we het niveau van de uitkeringen naar de kans dat een deelnemer nog in leven is. Misschien kan ik meteen inhaken op het gesprek van zojuist, waarin het ging over welke levensverwachting neem je aan. We gaan hier dus voor al die fondsen uit van levensverwachtingen conform de meest recente prognosetafels die hiervoor zijn gepubliceerd. En dat betekent dat we niet een vast moment hebben waarop mensen overlijden, maar eigenlijk ja, dat een kansverdeling volgt. En die uitkeringen dus die kansverdeling ook volgen. Het tweede waar we naar kijken zijn de UPO-bedragen. En die UPO-bedragen, dat zijn de bedragen die deelnemers uiteindelijk zien op hun pensioencommunicatie. En dat betekent dat dat voor deelnemers die nog in de opbouwfase zitten, dat dat het bedrag is. Dat zij zien een bedrag wat ze zouden kunnen verwachten in de verwachting in een goed weer en een slecht weer scenario op pensioendatum. En voor de mensen die al pensioenuitkeringen trekken, betekent dat een bedrag na 10 jaar. We bekijken beide en we zien ook wat verschillen, of je naar de een of naar de andere kijkt. Dat maakt het wel relevant vinden om beide te bespreken. Het zijn een hele berg cijfertjes. Maar een veel korter rapport, dus misschien daarmee iets meer tijd om erheen. Ik wil de belangrijkste conclusies met u doorlopen. Ik hoop dat ze een beetje zichtbaar zijn. Ik merk dat ik zelf goed moet kijken. Maar ik heb wat dingen omcirkeld om de belangrijkste conclusies met u te bespreken. Het eerste dat we eigenlijk zien is dat als we kijken naar de verwachte pensioenen. En we kijken hier eerst even naar die gewogen gemiddelde uitkering trouwens. De bedragen die u eerder heeft gezien in de eerdere sommetjes. Die verwachte uitkering zien we eigenlijk zowel voor de oudere als de jongere deelnemersgroepen zien we die stijgen. Dat heeft voor die oudere groepen met name te maken. Die hebben bij een dekkingsgraad van 100 en 110% hebben die niet echt restrictie van genoeg is genoeg. Maar die voelen met name profijt omdat er naar verwachting zij sneller kunnen profiteren van eventuele positieve rendementen. Dus eerder perspectief op indexatie noemen we het wel vaker. De jongere deelnemers zien hier wel het effect van genoeg is genoeg. Vergelijkbaar bij wat we zojuist zagen, denk ik. Maar daar zien we dus met name daar een stijging in het verwachte pensioen door. Dit zien we over de hele linie, dus voor alle fondsen, ondanks dat ze verschillen van beleid en al dat soort dingen, zien we dat over de hele linie. Wat we ook zien, is dat het pensioen in een slecht weerscenario, dat eigenlijk stijgt voor de oudere deelnemers. En dat daalt voor de jongere deelnemers. Dat heeft wel ook te maken met hoe wij eigenlijk de invulling van dingen als de solidariteitsreserve hebben gedaan. Waarbij we die met name hebben. Ja, en dat is eigenlijk alle drie de fondsen hebben dat een beetje op vergelijkbare manier gedaan. Waarbij die hier met name wordt ingezet om pensioenverlagingen te voorkomen. En we zien in een slecht weerscenario voor de jongere deelnemers. Ja,
Eigenlijk een beetje het effect van overgang naar een nieuw stelsel, waarbij gewoon meer risico bij de deelnemers wordt neergelegd. Dat betekent een hoger perspectief als het goed gaat, maar dat betekent ook meer risico en meer, ja, een slechter pensioen als het minder goed gaat. En verder zien we hier een wisselend beeld als het gaat om die vraag, en dat kwam net ook al aan de orde, van die middengroep. Als we daar kijken naar het verwachte pensioen, dan zien we daar dat voor een aantal fondsen toch echt zichtbaar is dat het effect van de afschaffing van die doorsneesystematiek, dat dat eigenlijk een groter effect heeft dan het positieve effect van overgang naar het nieuwe stelsel. En dat we daar dus per saldo een daling zien van het verwachte pensioen. Dat zien we hier niet voor alle fondsen. Dat zien we, nou ja, voor enkele fondsen. En dat heeft ook wat te maken met wat het referentiekader is. Tussen de fondsen zit ook wel verschil in hoe op dit moment wat een deelnemer kan verwachten van de premie die wordt ingelegd. Of ze op dit moment ook last hebben bijvoorbeeld van, ja, genoeg is genoeg in premieopbouw. Dat klinkt een beetje gek, hè? Maar op dit moment is er een fiscale maximum premieopbouw. En straks gaat er een premie in en wat je daarvoor terugkrijgt, krijg je daarvoor terug. Dus daar zit echt wel verschil in. Maar we zien hier dus, en dat zijn denk ik wel realistische verschillen ook in de praktijk, hè? Fondsen verschillen daarin gewoon. En we zien dus dat in enkele gevallen geldt dat hier die middengroepen dus wel die achteruitgang zien. Dit zijn wat ons betreft de belangrijkste conclusies als we kijken naar de gewogen gemiddelde pensioenuitkering. Dan maak ik met toestemming nu de stap naar de UPO-bedragen die ik nog had beloofd. Over het algemeen is het beeld redelijk vergelijkbaar van de UPO-bedragen ten opzichte van wat we net zagen met de gewogen gemiddelde uitkering. Ik wil even de verschillen met u bespreken. Wat we wel zien is dat op die UPO-bedragen dat wel, we hadden het net over die middengroepen, dat die een achteruitgang zagen in een verwachte pensioen bij een aantal fondsen, omdat die doorsneesystematiek daar wat zwaarder doorweegt, een positief effect van overgang naar het nieuwe stelsel. We zien hier nu eigenlijk overal wel een plusje. En dat heeft met twee dingen te maken. Dat heeft ermee te maken dat we in die UPO-bedragen dat we alleen maar kijken naar het moment tot pensionering. En over het algemeen zullen fondsen in een nieuw stelsel naar een lifecycle-achtige constructie gaan van beleggen, waarbij tot pensioendatum meer risico zal worden genomen en na pensioendatum eigenlijk minder risico wordt genomen. Dat wordt geleidelijk afgebouwd. Als je SEC kijkt naar de periode tot pensioendatum, neem je over het algemeen dus wat meer risico dan dat je over je hele leven doet. En dat betekent dat je in die periode, ja, een wat hoger verwacht rendement realiseert. En in verwachting pakt dat positief uit. Het tweede verschil, dat is een beetje technisch van aard, maar is dat er in de UPO-bedragen, gewoon hoe de wet dat voorschrijft, geen rekening wordt gehouden met eventuele carrière-stijging. Dus stijging van de lonen als gevolg van carrièreontwikkeling, los van inflatie. Waardoor eigenlijk het gewicht van toekomstige opbouw wat minder zwaar is ten opzichte van de andere bedragen waarin daar wel rekening mee wordt gehouden. Dus feitelijk in de UPO-bedragen zijn de toekomstige lonen wat lager dan in de andere berekeningen. En daarmee relatief is er wat minder toekomstige pensioenopbouw. Wat technisch van aard. Daarnaast zien we voor de in een aantal gevallen nu een daling van de slechtweerpensioenen. Op pensioendatum van de oudere actieve deelnemers. Ja, daar kijken we natuurlijk nu naar een hele beperkte beleggingshorizon. Hè? In de vorige cijfers keken we voor een 65-jarige nog over zijn hele uitkeringsperiode. Ja, nu gaat hij over 3 jaar met pensioen, dus je hebt maar een hele korte termijn. We kijken hier naar de overgang naar een stelsel waarbij de risico's eigenlijk direct bij een deelnemer worden neergelegd. We zien daarbij dat over een langere termijn die risico's soms wel uitsmeren en langere termijn wat goed komen misschien. Maar hoe korter de termijn, hoe directer je eigenlijk de impact van die risico's ziet. En dat maakt dat we daar een daling nu zien. Dat zijn eigenlijk de belangrijkste conclusies. U heeft eerder ook cijfers gezien. Ik wil nog een korte vergelijking maken met de eerdere cijfers. Wat we in zijn algemeenheid zien, hè, we kijken hier nu naar genormaliseerde bedragen. Dat betekent eigenlijk, we zetten het allemaal af tegen de verwachting binnen het huidige FTK. Wat we wel zien is dat een nieuwe scenario set, ik ga me niet uitlaten over de inhoud verder daarvan, dat is voor ons als gegeven genomen. Maar we zien wel over de hele linie die pensioenverwachtingen zagen we omlaag gaan.
ten opzichte van de eerdere set. Dus daarmee is deze set, heeft echt wel wat meer risico's. Dat zien we ook terug. En een wat lagere pensioenverwachting. En eerder zagen we dus dat eigenlijk over de hele linie de verwachte pensioenen omhoog zouden gaan. Dus ook voor die middengroepen. En in deze set zien we dus eigenlijk dat voor die middengroepen zagen we die bedragen wat omlaag gaan. Ja, dus die impact van die afschaffing van die doorsneesystematiek was wat groter dan de overgang naar het nieuwe stelsel. Dat zagen we eerder niet. Dat geeft ook wel een beetje aan dat dit soort cijfers denk ik ook wel gevoelig zijn dus voor de aannames die erin gaan. Tot slot. Zagen we eigenlijk in de eerdere berekening ook een sterke stijging van het pensioen in een goed weerscenario. En zagen we destijds, hè, dat zien we nu nog steeds. Ik hoorde net ook al de percentages genoemd worden. Dat zien we inderdaad nog steeds, met name dus vanwege die afschaffing van genoeg is genoeg. We zien wel nu meer het risico terugkomen in deze set. Doordat we zien dat voor de jongere maatmensen we echt wel zien dat in een slecht weerscenario nu ook het pensioen lager kan uitvallen dan in het FTK, waar we dat in de eerdere set eigenlijk niet terugzagen. En dat waren denk ik de belangrijkste conclusies van de berekeningen van de verschillende fondsen. Dank u wel voor deze presentatie, mevrouw De Groot. We doen het gebruikelijke rondje Kamerleden, te beginnen bij de heer De Jong. Voorzitter, hartelijk dank. Voorzitter, dit zijn cijfers gebaseerd op juni. Dat betekent dus ook CPB, inflatieverwachting van 2,6%. Inmiddels heeft CPB dat al aangepast aan 3,5%. Volgens mij is dat meegenomen in de berekening. Is er een vergelijk gemaakt tussen de wet toekomst pensioenen en het huidige systeem zonder invaren? Binnen die sets. De andere vraag ging over de voorbeeldfondsen. Berekeningen. Daar wordt aangegeven op pagina 3 dat er een beperkt aantal scenario's met zeer hoge inflatie bevatten. En mijn vraag is, hoeveel zijn dat er? Hoeveel scenario's? Hoeveel sets daarbinnen hebben die extreem hoge inflatie? En mijn volgende vraag is, welke toedelingsregels zijn er gebruikt bij de beschermingselementen, overelementen en solidariteitsreserve? Mevrouw Palland. Dank u wel. Ik heb een vraag over een zin die staat op deze sheet, die ik gewoon niet goed begrijp. Dus misschien kunt u dat toelichten. Dat is die nieuwe scenario set is iets pessimistischer. Dus dat daardoor liggen de pensioenverwachtingen ook over de hele linie wat lager. Nou, logisch. Merk op dat dit in deze cijfers niet zichtbaar is vanwege de normalisatie op het verwachte pensioen in de huidige situatie. Bedoelt u dan gewoon van hè, over de tijd heen zal dat weer. Nou, kunt u het gewoon nog een keer toelichten? Tweede vraag is. Ik denk dat dat een beetje in lijn is met de vraag van de heer De Jong. Over, volgens mij heeft u eerder ook berekeningen gemaakt over de toepassing van de solidariteitsreserve. En in hoeverre is de verwachting dat dat voldoende compensatie kan bieden voor bijvoorbeeld de slecht weerscenario's? Mevrouw Van Beukering. Ja, voorzitter, dank u wel ook voor deze presentatie en alle cijfers die we hebben ontvangen. Ik zat ook even naar deze sheet te kijken en ik wilde nog even vragen of de ene laatste bullet over de eerdere berekeningen, of dat nog een toelichting zou kunnen krijgen. Er staat, wordt over de maatmensen gesproken en ik ben even benieuwd, staat hier wel wat er in de vorige berekening stond, maar ik ben even benieuwd wat het betekent voor de huidige berekening. Dank mevrouw Van Beukering. Zijn de heer Klokkenburg en mevrouw De Groot in staat om de vraag te beantwoorden? Mevrouw De Groot. Ik ga een poging doen en mijn buurman valt wel aan, vult wel aan als nodig, denk ik. De eerste vraag ging over de vergelijking, of er een vergelijking is gemaakt tussen de wet toekomst pensioenen en het FTK zonder invaren. Die hebben wij niet gemaakt hierin, voor geen van de fondsen. Ook hier weer de vraag over het beperkt aantal scenario's met die zeer hoge inflatie. Ik verwijs eigenlijk weer terug naar het antwoord van zojuist. Ook wij hebben gerekend met diezelfde set van de commissie parameters. En de plaatjes waaraan zojuist gerefereerd werd, liet inderdaad zien dat in de meeste jaren met een kans van ongeveer 5% of zo er een inflatie van hoger dan 5% in zit jaarlijks.
Dat kan ik daarvan zeggen. Volgende vraag ging over de toedelingsregels met betrekking tot, tot de beschermingsrendementen, de overrendementen en de solidariteitsreserve, als ik het goed heb opgeschreven. Daar zit echt wel verschil tussen de fondsen. Met betrekking tot de solidariteitsreserve hebben we veelal wel hetzelfde gedaan. Namelijk, ja, het voelt een beetje ongemakkelijk voor mij om te zeggen, het staat in de markt een beetje bekend als de ORTEC-methode. Maar ja, zo werd die door de collega's van andere fondsen ook genoemd. Maar waarbij dus de solidariteitsreserve vooral wordt ingezet om dalingen van pensioenuitkeringen te voorkomen. De toedelingsregels met betrekking tot beschermingsrendement en overrendement zijn echt wel anders tussen de fondsen. Zo hebben een aantal fondsen wel de leenrestrictie losgelaten. En hebben daarbij met maximaal 150% blootstelling gerekend aan, aan overrendementen. Een ander fonds heeft dat niet gedaan. Met betrekking tot beschermingsrendementen zit er ook echt wel verschil tussen de fondsen. De een bouwt dat eigenlijk direct op vanaf jonge leeftijd. En bij een ander begint die opbouw echt pas vanaf leeftijd. Ergens 10 jaar voor pensioendatum of iets dergelijks. Er zit echt verschil tussen de fondsen. Waarbij opgemerkt dat de fondsen allemaal nog niet weten hoe ze dit straks gaan doen. Hè? Dus dit is nu een beste inschatting die gemaakt kan worden van iets wat realistisch wordt geacht. Volgende set vragen ging over, volgens mij, de sheet die hier staat. De opmerking dat de nieuwe set pessimistischer is. En de opmerking die we hier maken, wat hier schuin gedrukt staat, dat we merken op dat het in deze cijfers niet zichtbaar is. Wat we in deze cijfers doen, ik ga toch even een beetje flauw een tabel bijpakken. Wat u eigenlijk elke keer ziet, is dat we, als we kijken naar de huidige situatie, en dan ziet u in de verwachting elke keer 100 staan. En dat betekent dat we dat eigenlijk, hè, dus bij elk fonds staat daar uiteindelijk een andere waarde. En dat hangt natuurlijk ook af van de maatmens, hoeveel een maatmens al heeft opgebouwd en dergelijke. Maar we hebben dus eigenlijk daar elke keer naar wat we noemen genormaliseerd. En eigenlijk constateren we over de hele linie van fondsen dat de 100 van nu gebaseerd is op een wat lagere waarde dan de 100 van de vorige berekeningen. Dus we gaan, de referentie ligt nu ook wat lager. En dat heeft er eigenlijk mee te maken dat in de nieuwe set van de commissieparameters, ja, de overrendementsverwachtingen gewoon wat lager liggen. Ik hoop dat die daarmee een beetje helderder is geworden. Volgende vraag ging over de toepassing van de solidariteitsreserve. En of dat in voldoende mate dan compensatie zou kunnen bieden in slecht weerscenario's. Ja, wat we zien is dat bij deze toepassing, die dus voor deze fondsen als meest waarschijnlijk wordt gezien, hè, waarbij we hem inzetten om pensioenverlagingen te voorkomen, dat die eigenlijk vrijwel altijd helpt om die pensioenverlagingen ook daadwerkelijk te voorkomen. Dus ja, we zien dat die op die manier wel echt effectief is. Ja. Even kijken. De ene laatste bullet, precies, dat is de vraag. In de eerdere berekeningen was ook een sterke stijging van het pensioen in een goed weerscenario voor alle maatmensen zichtbaar. Ja, dat zien we dus nu ook. Dus als we nu kijken naar die goed weerscenario's, ik hoorde volgens mij de heer Omtzigt daar net ook al aan refereren, dan zien we daar voor de jongere deelnemers flink hoge percentages uit. Hè, maar dan zien we voor oudere deelnemers in goed weerscenario's zien we daar ook echt best wel een plus. Niet in de mate waarin we dat bij jongeren zien, maar bij ouderen zien we dat ook. Bij ouderen komt dat vooral voort omdat zij nu sneller perspectief hebben op indexatie. Bij jongere deelnemers, hoe jonger je bent, hoe meer profijt je ook hebt van het feit dat er in het nieuwe stelsel geen sprake is van een genoeg is genoeg. Ik denk dat de vraag... Dat is de eerste ronde slechts, mevrouw de Groot. De heer Smals heeft geen vraag. De heer Nijboer had wel een vraag. Daar zit ik klaar voor, voorzitter. Eigenlijk een beetje de spiegelbeeldige vraag van de heer Omtzigt, denk ik. Want die wees op enorme rendementen. Maar in iets slecht weerscenario's is het natuurlijk huilen met de pet op. En de vraag is, overigens ook in het huidige stelsel, maar dan nog erger. Maar de vraag is natuurlijk, hoe reëel is dat er niet ingegrepen wordt in die tussentijd? Dus ik snap best dat in modellen, ja, je kunt dan niet een beetje tussentijds. Maar ja, als je dat toch ziet aankomen, is daar ook een inschatting van te geven? Of is daar met de pensioenfonds, je zult toch die premies wel aanpassen op den duur als je op pensioenen van minder dan 40% aankoopt, zou ik maar zeggen. De heer Van Kent. Dank, voorzitter. Ik ben heel erg benieuwd naar de
gevolgen van het afschaffen van een doorsneesystematiek in de vijf pensioenfondsen die zijn gekozen. En is er iets te zeggen over hoeveel procentpunt van het vermogen of van de dekkingsgraad? Ik weet niet hoe dat het makkelijkste uit is te drukken voor mevrouw De Groot. Maar wat het effect in die vijf fondsen is van het volledig compenseren van het afschaffen van die doorsneesystematiek. De heer Omtzigt. Als je nou het huidige stelsel houdt en je zou het FTK wat sneller uitdelen en de fiscale maxima van de indexaties halen, zou je dan ongeveer vergelijkbaar uitkomen? Ik bedoel, we hebben nu een totaal ander stelsel aan het ontwerpen. Maar dan hou je enige mate van buffers, waardoor je het hele slechte waar de heer Nijboer terecht op wijst een beetje kunt opvangen. Door het op de andere generaties af te wentelen en de hele goede wat af kunt dromen ten gunste van de pechgeneraties? En is er ook een maat te geven van hoe de verschillende generaties pech en geluk hebben als ze per ongeluk in het verkeerde jaar met pensioen gaan? Op dit moment, een van de dingen die in het huidige stelsel zo is, is dat iedereen dezelfde indexatie krijgt en je op een gegeven moment natuurlijk Dus een generatie die 2 jaar eerder met pensioen gaat, die wordt niet veel benadeeld ten opzichte van de generatie 2 jaar later. Dat wordt netjes uitgemiddeld, omdat het met z'n allen meebeweegt. Maar als je dit in individuele cohorten doet, hebben jullie een maat gezien? Kan dat betekenen dat mensen die 2 jaar later met pensioen gaan, met dezelfde carrière in 1 keer 20% meer krijgen of 20% minder? Of wat voor maatvoering moet ik daaraan denken die uit dit model volgt? Want wij zien, we weten, en ik vond de heer Kroes dat ook helder uitleggen, dit stelsel, het nieuwe stelsel, geeft gemiddeld een iets hoger pensioen en gemiddeld een volatiele pensioen. Dat is het eerlijke verhaal en ik denk ook dat je het zo naar buiten moet doen. Maar wat ik niet zie in de berekening is een maat op die volatiliteit. Dus betekent dat pensioen van die ene generatie dan toevallig 2% hoger is? Nou, dan zou je kunnen zeggen, oké, dat is een prijs die we betalen. Maar de mate van volatiliteit, die zegt natuurlijk ook wat voor het politieke appetijt om het te doen. Dus kunt u daar iets over zeggen? Dank u wel, meneer Omtzigt. Mevrouw De Groot. Succes. Ja. even kijken. De eerste vraag ging, hoe werd het genoemd? Slecht weerscenario is het huilen met de pet op. En hoe reëel het is dat er dan, toch? Dat er dan niet ingegrepen wordt. Dat is een moeilijke vraag te beantwoorden. Het wordt tussentijds in ieder geval geconstateerd. De vraag is welke mogelijkheden heb je om in te grijpen? Er werd net ook genoemd, wellicht gaat dan de premie omhoog. Er zullen ongetwijfeld fondsen zijn waar dat kan. Er zullen ongetwijfeld ondernemingen zijn en bedrijfstakken waar dat mogelijk is. Maar als we eerlijk zijn, dan zien we ook, denk ik, ondernemingen en bedrijfstakken die dat op dat moment niet kunnen doen. Dus wat er natuurlijk wel moet gebeuren is dat fondsen eens in de zoveel tijd gaan toetsen of de ambitie nog haalbaar is. Op dat moment zullen ze iets moeten doen in termen van dan ofwel communicatie of aanpassing van beleid op het moment dat dat niet meer zo blijkt te zijn. Ik weet niet of het realistisch is om aan te nemen dat het overal 1-op-1 kan gebeuren. Dan de volgende vraag was van de heer Van Kent over de afschaffing van de doorsneesystematiek. Als ik het goed begrijp was dat de vraag hoeveel procentpunt van het vermogen of de dekkingsgraad kost dat voor deze fondsen om dat te compenseren. Dat hebben we in deze som hebben we dat niet bepaald. Dus dat, daar kan ik u op basis hiervan geen antwoord op geven. We hebben hier geen rekening gehouden met de compensatie van de afschaffing van de expliciete compensatie van de afschaffing van de doorsneesystematiek. Dus op basis van SEC, deze doorrekening, kan ik u daar geen antwoord op geven, helaas. Ja, oké, excuus. De vraag van de heer Omtzigt ging er eigenlijk over. Allereerst, als we nou het FTK zouden houden en sneller zouden uitdelen en het fiscale maximum van de indexaties afhalen, zien we dan hetzelfde.
Wellicht met betrekking tot de indexaties wel. Dan blijft natuurlijk de vraag, wat doe je met de doorsneesystematiek? Dat staat daar, dat effect blijft op het moment dat je dat wel zou willen afschaffen. Als je van een FTK eenzelfde type uitdeelregels maakt en die net zo direct laat reageren, dan kan ik me voorstellen dat we een beetje hetzelfde beeld zien. Dit is misschien. Ik weet niet of dit meer een politieke vraag is of een. Dat was het, hè? Ik zie links ongeveer. Hou je mond maar, want het is goed zo. En de volgende vraag was de vraag of er een maat te geven was van de mate van volatiliteit of pech en gelukgeneraties. Ik ben het er helemaal mee eens dat de fondsen zullen in hun vergelijking en of het evenwichtig is en dergelijke daar altijd naar kijken. Ik zie dat de fondsen waar wij komen nu ook voortdurend doen. Niet alleen op pensioendatum overigens, maar ook in de periode daarna. Vooral erg focus hebben hoe hard gaan die uitkeringen nou op en neer. Uiteindelijk, of daar een percentage of iets dergelijks aan te hangen is, daar zijn ook wel dingen voor, als een solidariteitsreserve bijvoorbeeld, die daarvoor ingezet kan worden. Om die verschillen tussen generaties heel erg te voorkomen. Wat we tot nu toe veelal in analyses zien, is omdat we het echt over zo'n lange periode hebben, dat als een generatie pech heeft, dan is dat vaak omdat er langdurig wat slechtere rendementen zijn. Dat de generatie een jaar voor hun en een jaar na hun dat ook hebben. Dus dat 20% verschil tussen generaties minder vaak voorkomt. Maar uiteindelijk de maat van volatiliteit, daar kijken fondsen zelf tot nu toe allemaal wel ook echt naar. Dank u wel, mevrouw De Groot. Mevrouw Matoeg. Dank, voorzitter. En net wat ik ook tegen de collega's van DNB zei, dank je wel ook voor Ortec, voor het snelle werk en de fijne beantwoording. En mijn vragen zitten. Ik dacht misschien wel goed om even te verduidelijken. Deze cijfers hebben we als Kamer gevraagd ook om niet om in precisie, maar om de richtingen te snappen en de afweging te maken. Dus dat is ook de. Zo wil ik er. Daar gaat mijn vraag over. Op pagina 4 staat. Verder lijkt het erop dat gepensioneerden in zowel het goed als slecht weerscenario profiteren van het nieuwe contract, terwijl jongeren juist in het slecht weerscenario slechter af zijn in het nieuwe pensioencontract. En dat lijkt iets anders te zijn dan wat we net de plaatjes van DNB kregen, en dat net ook in de beantwoording. Want daar zijn juist jongeren met een lagere beleggingshorizon beter af in het slecht weerscenario. Dat leek mij net al, ook bij het lezen van de PDF, een vreemde uitkomst. Want als je minder hoge buffers aanhoudt, gaat je uitkering ook eerder omlaag. En hoe komt het dat gepensioneerden er dan toch met slecht weer op vooruit gaan? En hoe kan het dat we bij DNB en Ortec een omgekeerde uitkomst zien en ook dus eigenlijk een omgekeerde logica? Welke van de twee richtingen is nou waar? In het verlengde daarvan, ook de verwachte scenario's leveren andere uitkomsten op dan bij DNB. Bij DNB zien we bijna een recht dalende lijn bij de mediane uitkeringen. Jongeren gaan er het meest op vooruit, ouderen het minst. En bij Ortec zie ik iets anders. Namelijk dat 45-jarigen er het minst op vooruit gaan. Zoals de heer Bart Smal zei, het beeld wat we hadden. Waar komt dat verschil vandaan? En ook hier weer, het gaat mij om de richting, om dat te kunnen duiden. En als ik het heel kort zou omschrijven, voorzitter, zie ik in de goedweerscenario's, en dat zei de heer Nijboer net heel goed, gaat iedereen erop vooruit. In de slechtweerscenario's gaat iedereen erop achteruit. En in de verwachte scenario's gaan sommige mensen erop vooruit en sommige erop achteruit. Klopt dit, deze samenvatting? En voor mij, en dat vind ik belangrijk, klopt het dus dat je dus niet kan zeggen, iedereen gaat erop vooruit. Dit was één vraag met drie lagen, voorzitter. En mijn tweede vraag is, waarom is er niet voor gekozen om ook bij een berekening te maken voor een situatie met een lage dekkingsgraad? Want die mis ik bij Ortec. Juist omdat DNB dat wel gedaan heeft en we dus de richting een andere kant op zien en de uitkomsten zo verschillen, vind ik het jammer dat het niet gedaan is. En zou mevrouw De Groot ons dan, kan ik daar dezelfde het verschil in logica zien? Dus mijn aanname is dat dan de versterking bij die slecht weer scenario, of de dekking, lage dekkingsgraad ook in dezelfde richting gaat of niet? Want ik kan dat nu niet duiden omdat we dat lage dekkingsgraad scenario niet hebben bij Ortec. Dus kunnen we daar iets van inschatting van krijgen, voorzitter? De heer Stoffer.
Ja, voorzitter. Dank ook voor de presentatie en de bijlage die we hebben gekregen. Even voor mijn beeld. Misschien heb ik er eens overheen gelezen, hoor, maar ik ben benieuwd naar een gewone mensentaal wat de definitie is van slecht weer. En daar gelijk aan vastgekoppeld, mijn buurman gaat dat natuurlijk vanavond vragen. En dan sta ik met de mond vol tanden op dit moment. En het tweede is, kan het nog slechter worden? Oftewel, zou er ook nog een orkaan plaats kunnen vinden? De heer Seder. Dank u wel, voorzitter. En ook dank voor de toelichting. Staan de presentaties dat voor de 45 en 75-jarigen... we zien dat hun pensioenverwachting bij sommige fondsen stijgt en andere daalt. Ik ben even benieuwd naar wat daar de indicatoren voor zijn. En dan staat er verder in het geval van een achteruitgang geldt dat de dubbele transitie hier onvoldoende compensatie biedt voor de afschaffing van de doorsneesystematiek. Dat er in de berekeningen ook geen rekening is gehouden met de vorming van de eventueel compensatiedepot. Ik vroeg me even af wat dat ook in gewone mensentaal zou betekenen qua uitdaging voor de fondsen waarbij dit gaat spelen. Dus zou kunnen uitleggen wat dus de uitdaging is voor fondsen om ervoor te zorgen dat deze personen wel voldoende gecompenseerd worden. Mevrouw de Groot. Eén momentje, ik wil nog even wat meeschrijven. Even kijken. Ik begin met de vragen van mevrouw Matoeg. Even kijken. U begon met wat vergelijkingen, omdat wij wat andere dingen zien dan in de sommetjes van de Nederlandse Bank. Ik nodig mijn collega's ook uit om hierop aan te vullen. Misschien is dat wel een goed idee. U constateert, het lijkt erop dat gepensioneerden in goed weer hier lijken te profiteren. Waar eerder wellicht een achteruitgang zichtbaar was. Dat klopt, dat zien wij hier inderdaad. Over de hele linie, over alle fondsen. En dat heeft denk ik echt te maken, dus ik kan voorstellen dat het te maken heeft met de inzet van hoe wij de solidariteitsreserve inzetten. Waarbij er hier echt gestuurd wordt op, als er sprake is van een pensioenverlaging, wordt daar de solidariteitsreserve met name voor gebruikt. En dat is anders, een andere aanname dan in de berekeningen van de Nederlandse Bank. Verder zien wij wel dat in een slecht weerscenario dat jongeren erop achteruit gaan. Waar in de sommen van mijn collega's zichtbaar is dat jongeren er eigenlijk ook in een slecht weerscenario op vooruit gaan. Dat hangt denk ik samen met de mate van beleggingsrisico, hoe overrendementen worden toegedeeld en de aannames die daar zijn gemaakt. Ik kan die niet één op één vergelijken, maar... Dat maakt in ieder geval dat wij nu een achteruitgang zien. Dat heeft echt te maken met de mate van beleggingsrisico die genomen wordt en op welke leeftijden dat gebeurt. Dus ik kan me voorstellen dat daar een ander beleggingsbeleid aan ten grondslag ligt. Verder zien wij nu in deze sommen inderdaad dus dat die middengroepen, die 45-jarigen en die 57-jarigen, er wel op achteruit gaan. Bij een aantal fondsen, dus niet bij alle fondsen. Dus daar zien we echt een duidelijk verschil tussen de fondsen. En dat heeft ook te maken met in hoeverre doet het beleggingsbeleid iets compenseren daarvan. Hè? We noemen dat de dubbele transitie ineens. In hoeverre compenseert dat? Dat hangt ook af van de aannames met betrekking tot het beleggingsrisico wat eronder ligt. Maar het heeft ook te maken met hoe het huidige premiebeleid is ingericht. Dus wat kan een deelnemer op dit moment verwachten van een premie die hij inlegt? De inkoop bij het ene fonds... Ik vind het lastig om... Het is een technische briefing, misschien mag het wel. Maar de wet biedt op dit moment wat ruimte voor hoe duur de inkoop van pensioen als het ware is. En daar zit verschil in tussen fondsen. Als jij in een fonds zit waar inkoop eigenlijk wat duurder is dan een ander fonds... Ja. We gaan straks naar een systeem waarbij niet meer een duur of goedkoop bestaat. Dus dan heb je wellicht meer profijt van een overgang. En datzelfde geldt met als je op dit moment een laag opbouwpercentage hebt. Of op dit moment een regeling is dat er een vaste premie is en de opbouw verlaagd kan worden op het moment dat de opbouw duurder wordt.
dan zien we andere effecten dan ja, wanneer eigenlijk een hogere premie kan worden betaald in geval van duurdere opbouw. Dus daar zitten echt verschillen tussen hoe op dit moment fondsen hun premie eigenlijk regelen. En daarmee zien we ook echt wel verschillen tussen de fondsen ontstaan. Ja, hier. Het zijn overigens wel verschillen die in de praktijk ook bestaan, denk ik. Volgende vraag. Ik hoop dat ik het allemaal goed heb meegeschreven. Gaf u een samenvatting, heb ik het goed, dat in een goed weerscenario iedereen er hier op vooruit gaat? Dat zien we inderdaad. Enerzijds door het eerder uitdelen van buffers, anderzijds voor de jongere generaties doordat er geen genoeg is genoeg meer bestaat. In een slecht scenario iedereen erop achteruit gaat, dat zien we volgens mij niet per definitie. Ja. dus in een slecht weerscenario zien we wel een verbetering voor de oudere deelnemersgroepen. En dat heeft... Ja. Er wordt hier een drukmaas aan geklikt. Dus dat is niet helemaal. Dus in een slecht weerscenario zien we wel een vooruitgang voor de oudere deelnemersgroepen. Met name ook door de inzet van de solidariteitsreserve. En in de verwachting zien we dus inderdaad een wisselend beeld. Daar heb ik zojuist over gesproken. Ja, we hebben hier niet gerekend met nog lagere dekkingsgraden. Daarvoor verwijs ik denk ik naar mijn buurman. Dit was expliciete opdracht zoals wij die als fondsen zijnde mee hebben gekregen van het ministerie. Wil je daar nog op antwoorden? Of, De heer Klokkenburg. Nou ja, we hebben destijds het aantal varianten enigszins beperkt gehouden om wel op relatief korte termijn die doorrekening te kunnen laten maken en aan de Kamer aan te bieden. En het leek ons nu verstandig om gewoon aan te sluiten bij de eerdere varianten. En hier geldt natuurlijk ook dat alle dekkingsschade van die fondsen nu aanzienlijk hoger liggen dan de 100 en 110. En er zijn altijd nog andere varianten door te rekenen. Maar dit leek ons een goed beeld te geven van invaren bij een relatief lage dekkingsschade. Dan hebben we nog van de heer Kroes te goed de namen van de leden van de klankbordgroep. Sorry, ik denk dat ik nog twee leden wat vragen te beantwoorden. Mevrouw de Groot. Sorry voor de onderbrekingen. De eerste vraag was in gewone mensentaal, wat is nou eigenlijk slecht weer en kan het nog slechter worden? Als we het hier hebben over een slecht weerscenario, dan hebben we het over eigenlijk, we rekenen hier 10.000 scenario's door. En we bekijken hier het niveau waar eigenlijk 5% van de scenario's nog onder ligt. Dat betekent dus op de vraag, kan het nog slechter worden? Ja, zelfs in de sommetjes zien we dat het in 5% van de gevallen slechter wordt. En uiteindelijk geldt voor elk model, echte zwarte zwanen worden hier niet volledig in gevangen. Volgens mij heeft u daar eerder een college van de heer Omtzigt over gekregen. Werd er nog een opmerking gemaakt over de 45- en 57-jarigen. Daar heb ik zojuist nog bij stilgestaan. En werd er geconstateerd, de opmerking die in het rapport staat, dat in dat geval de dubbele transitie onvoldoende compensatie biedt voor de afschaffing van de doorsneesystematiek. Wat dan de uitdaging is voor de fondsen die daarmee te maken hebben. Om er naar te kijken. Ja, dus fondsen zullen dit in ieder geval constateren. Of zij dan mogelijkheden hebben bij een dekkingsgraad van 100% en dergelijke, om dat te compenseren. Daar zullen ze naar moeten kijken. In ieder geval biedt de wet daar wel ruimte toe. Hè? Om ook bij dekkingsschade onder 105 voor maximaal 5% af te zonderen ten behoeve van een compensatiedepot. En als je dat in deze plaatjes zou doen en je zou dat gericht toedelen aan 45-jarigen, 57-jarigen, ja, dan gaan de anderen iets op achteruit natuurlijk. Want het een gaat ten koste van het ander. Maar dat is een manier om de plaatjes vlakker te krijgen. En de wet biedt die ruimte. En volgens mij zijn we nu door de vragen heen. Hebben we antwoord gekregen op alle vragen? Ja, het is 12:00. Meneer Omtzigt, het spijt me. Dus ik ga onze gasten bedanken. Te weten de heer Kroes. De heer... Oh ja, nou, dus ik heb... Het lijstje hebben we nog te goed. Dat is helemaal waar. Voorzitter, dank. De leden van de klankbordgroep waren Theo Nijman van de Katholieke Universiteit Brabant, Marcel Lever, Dick Boeien, Jan Bonenkamp en Lindert Klokkenburg. Boeien is van PGGM, Bonenkamp van APG, Lever van de Pensioenfederatie en de heer Klokkenburg resideert bij het departement.
We zijn aan het einde gekomen van deze technische briefing. Ik dank de experts, de heer Kroes, de heer Dieres, de heer Tossings, de heer Klokkenburg en mevrouw De Groot. Dank voor uw presentaties en het beantwoorden van alle vragen. Uiteraard de commissieleden, heel erg bedankt. De kijkers op de publieke tribune, de kijkers thuis. Een hele fijne middag nog. Ik sluit hierbij de vergadering.